Ik was nooit een liefje. Ik ben gewoon echt op de straat op, 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 opgegroeid en ik heb gewoon dingen gedaan die niet goed waren. Dan, dan soms dan had ik niet eens. Uh, in het huis had ik niet eens eten of zoiets. Weet je? En dan, dan, dan zat ik daar hè? en dan, wat ik dan deed, is dan, nou, okay, dan ging ik naar buiten ging ik flessen halen en dan zoeken. En dan kon ik een klein pakje Nitron voor mijn dochter bijvoorbeeld halen. Dan kon ze wel in ieder geval eten. Als ik deze sport niet had gehad, dan, ja, weet niet of ik dan. Of misschien had ik wel vastgezeten of was ik dood geweest. Dan heb je dus in principe denk ik dat de sport mijn leven echt gered heeft. Op een gegeven moment dat ik fully focus voor de sport ging, ja, toen uh, zijn er gewoon hele mooie dingen ontstaan. Hey, what up, it's game, man. Nando. Hey, what's up, yo? This is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up, TJ Challenge. Hey, what's up, everybody? This is Jay bobby Nando Lix, okay? Fernando, X is in that station for a reason, baby. I Nando Lix. Real talk. Yeah, what up's your boy Fernando, aka Mr. Keep It Hard, Keep It Banging. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. Je weet wat we doen, toch? Als je het kanaal support, like, subscribe, deel, notificatie, klik alles. Push het gewoon met de fam, everybody, vrienden. Want dit is de platform waar we gewoon jouw helden gaan interviewen. Heb je brandende vragen, heb je artiesten die je graag zou willen zien? Gooi het gewoon in de comments, bro. En we gaan op zoek naar die mensen. De persoon die ik vandaag in de beelden heb is de legend in the game. Hij is echt next level. Als je met die man de ring gaat, je gaat stoten ontvangen van links en rechts... Hij is een, een happy father, ondernemer, doet grootste dingen. Ik ben trots op hem. Hij is mijn broski in de game, the one and only Melvin Broski, welkom you, bro. man. Welkom in de podcast ja, man. Ja, dankjewel. Real dank talk. We je. gaan ja. gewoon uh, praten over... Uh, ja, wel of niet stoppen. Uh, met kickboksen. Ja. Uh, doorgaan. Uh, uh, ondernemen. WFL. Waar je naartoe wil gaan. Succesvolle kids. In deze, uh, in deze wereld. Een zoon die fucking goed voetbalt. Ja. Uh, Het zijn heel veel dingen. Heel veel dingen om met jou te, heel te spreken. Veel dingen, ja, heel veel dingen. Maar ik wil de trouwe kijkers dus ook zeggen, sowieso uh, beloven. Dat ik ook weer vandaag dingen ga weggeven. De feestdagen zijn er. Maar we gaan sowieso altijd supporten. Dus. winkelstraat.nl! Ga ze sowieso checken voor alle luxury brands. En alle mooie spullen die je wilt. De grootste verzameling van verschillende winkels. Uh, dus als je mooie dingen wil hebben. Dat kan allemaal. Ik ga dus vandaag ook uh, aan het einde van deze video. Ga ik een vraag stellen. Als je die vraag beantwoord. Dan win je deze. Win je deze gewoon 500 euro. Dan kan je gewoon shoppen. Melvin. Bro, ja. jij krijgt er ook een. Oh gewoon, lekker. hoor. gewoon voor Winkelstraat.nl The love is great. Dus jij krijgt deze. Uh, dus... Let op, aan het einde van de video stel ik een vraag over dit interview. Maar je moet het interview gezien hebben om antwoord te kunnen geven. Helaas, sorry, maar het is wel love. Weet je toch? Real talk, de podcast met Melvin Manhoef. Broodsky, uh, hoe gaat het met je man? Wat heb ik allemaal gemist in je leven? What, what is in je? Uh, ja, het gaat goed. Het gaat goed. Hè. Ik uh, mag niet klagen. Ja. Ik uh, ben gepensioneerd of was gestopt met vechten. Uh, daar zijn wat andere diensten in uh, gekomen. Ja, voor de rest. Ik mag niet klagen, man. Ik, uh, ik uh, denk dat ik het heel erg. Uh... Leuk heb tegenwoordig. Ik, ja. Uh, ja. Je lacht altijd. Vind ik altijd leuk. Alles, live. Ik voel En, 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 en. Maar, We gaan voor een positieve 5 hier. Ja. Ik moet hem zo meteen mijn verhaal vertellen. Bro, ja, wat wil je nog meer? Real talk. Dus, Good vibes. Ja, ja. Energy hier. Ja. ja Openhart. Ja. Alles. <laughs> <We> chillen. Ja. <laughs> we ja. Maar, maar, maar maar bro, zeg maar. We gaan gelijk beginnen, want, want ik want ik weet zeg maar. Als jij het hebt over dat je gaat stoppen met kickboxen, dan zegt. 50, 60 procent van je fans die zeggen, hij gaat echt niet stoppen. Hij gaat nooit stoppen, hij komt terug. Um, en je laatste wedstrijd, want je hebt ook die spullen ook meegenomen. Ja, maar... um, je, je laatste wedstrijd was tegen Romero. Ja. Die verloor je, KO. Ik werd boos, ja. ik wilde zelf ook in de ring springen. Maar ik dacht, dan gaat hij mij slopen. Ja. Maar hoe was het voor jou bro? Want zeg maar, dan wil je uitgaan met een bang. Je wilt uitgaan uh, dat jij wint. En dan ga je zo'n partij in en dan verlies je. Hoe kijk je terug naar die wedstrijd? Ja, hoe ik terugkijk naar die wedstrijd is gewoon heel erg, heel erg vervelend, heel erg kut. Um, je, 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 je verwacht dat niet. Ik uh, had echt alle vertrouwen in dat ik deze wedstrijd zou winnen. Um, ik had zo goed getraind, uh, alles was zo'n point. Uh, en dan gebeurt dit en ik zal je eerlijk zeggen, ik heb echt waar, ik zit er nog steeds mee. Het doet echt pijn. Het doet echt pijn. Zoveel pijn, dat kan je gewoon niet beschrijven. Um, ook omdat het mijn laatste wedstrijd op contract was van Bellator. Um, en op een gegeven moment, ja, door alle emoties en al die shit en iedereen had ik zo van fuck it man, weet je. Uh, ik, 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 ik brak gewoon en ik, ik denk ik stop hier gewoon mee, fuck it. Ja. En uh, terwijl eigenlijk, eigenlijk was dat niet mijn intentie en mijn bedoeling geweest, omdat ik dacht dat ik zou winnen. En wanneer ik had gewonnen, had ik aan Scott gevraagd van, hé hey Scott, ik weet, je weet, dat is mijn laatste wedstrijd op contract, maar ik wil gewoon nog bijtekenen tot ik in Amsterdam mijn afscheid kan doen. Waar mijn familie, mijn moeder, mijn vader, iedereen erbij kon zijn, snap je? Ja. Alle vrienden, fans en jij zelfs erbij, snap ja. je? Dat is voor mij, was dat voor mij eigenlijk het ultieme ultieme afscheid om zo mijn MMA carrière te stoppen uh, in Amsterdam of weet je en omdat Bella toch echt ermee bezig is wachtte ik eigenlijk zou ik wachten op dat moment dus dus ik dacht ik win deze partij en dan tekende ik er nog twee bij uh, oké okay, dat mocht helaas niet zo zijn en ja toen op een gegeven moment, die die emotie toen, toen dat ik ja dat hij toen klaar was en, dat, en ook allemaal zeiden: ja, de laatste partij. En toen dacht ja Fuck it, man, misschien moet ik het ook gewoon laten. Snap je? Ja. En, was je uh, teleurgesteld in jezelf? Ja, ik was heel teleurgesteld. Heel teleurgesteld. Ik vond het heel erg voor Shane. Die was erbij, snap je? Mijn boy die, die is mijn wereld, man. Die is echt maar alles. En ja. ik heb, uh, ja, de eerste keer waar hij goed bij was dat ik zo heb verloren. Snap je? Die man heb gehuild. Dat is gewoon veel uit. Ja. En dat zijn dingen, dat, 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 ja, dat blijft gewoon bij. En dat vind ik heel erg snap. Ik ben de sterkste vader voor ja. hem in de hele wereld. En ja. dat was voor mij uh, pittig, man. Snap ik, man. Ik zeg je eerlijk. En dat is voor mij, uh, ik heb echt niet goed geslapen. Ik ben slapen er nog steeds niet goed van. Ja. Dat ik uh, zo uh, moet stoppen. Ik denk dat mensen dat ook onderschatten. Mensen kijken naar wedstrijden en die denken, oh, die gast zit maar aan te matten. Maar die beseffen niet wat je op het spel zet. Ja, ja, ja. Ja, de offers die je moet brengen? De offers die je moet brengen. Daarom vind ik het ook vervelend wanneer mensen boeien of dit soort shit, snap je? Je weet, het is niet dat dat gebeurt, snap je? We gaan altijd van het beste en het positiefste uit. Uh, maar ik kan er natuurlijk ook zwaar lichamelijk letsel of iets anders kan er gebeuren, want we ja. spelen wel met ons leven, snap je? Ja. En wij zitten daar gewoon, ik ben gewoon een entertainer, snap je? Ik wil gewoon mensen vermaken met mijn verstaal, met mijn verkeunsten wat ik heb. Daar wil ik de mensen gewoon van laten genieten. En, en dat is wat ik doe. En, en, en uh, ja, als mensen dan zien, hè, uh, en, de, en op dat moment, zoals hier, heb ik niet kunnen leveren. Ja, het is heel vervelend, maar mijn zoontje, die zit er mee. Mijn familie zit er mee, mijn vrouw. Iedereen heeft moeten, moeten lijden onder deze weg. Snap je, dat ik ja. daar naartoe ging. Ik, 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 ik deed niet mee met bepaalde dingen, met eten, weet je. Ja, ik had gewoon geen, ik had gewoon, ik ben dan op een hele ander niveau ben ik bezig. En dan ben ik bezig met mijn werk. Mm -hmm. En omdat mijn werk ook zo zwaar is dat het nadelig kan zijn, dat ik dus, ja, of neerga of iets breek of wat dan ook, snap je? Je speelt met je leven. Dus ja, dan doe je bepaalde offers. En die offers die zijn niet alleen voor mij, die zijn ook voor de buitenwereld. Zo, ja. De mensen ja. die naast mij zijn, ja. die maken diezelfde offers, ja. snap je? En dat wordt vergeten. En dat is het. Ik ben dan niet altijd vrolijk. Je weet toch, ik kom net terug, ben ik uh, helemaal de tering ingeslagen. Weet je? En dan moet ik gewoon, nee. Ja. <laughs> weet je, dat, dat zit Want er zo je dan zo'n wedstrijd gewoon even, ga je dan in jezelf keren? Ga je dan, ja, sluit jezelf op in je kamer? Wat, wat gebeurt er dan, zeg maar? Nou, ik zeg je wel, de, deze was wel heftig, man. Ik had wel echt uh, gekke gedachten, uh, na dit, ik, ik had echt uh, pff, even geen zin meer man, ik werd ja. helemaal depressief gewoon, echt, wow. hoofdpijn. Nog steeds, ja. ik zeg het eerlijk, nog steeds, als ik eraan denk, dan wil ik janken, wil ja. wow. ja, Wauw, omdat al die emoties ja, opstapelde. Ja en dan, en dan toen neem je dacht ik mee. echt bij mezelf, nee man. En daarom zeg ik, dus verliezen is voor mij best wel heftig. En nu, je weet toch, ja. verliezen is niet dat je verliezen is gewoon een leerproces. Snap je? Ik probeer het zo te doen. Het is voor mij nu ook nu is gewoon weer een leerproces. van... Tuurlijk, ik doe het al 28 jaar, bijna 30 jaar in de game. Snap je? Maar ja. ik blijf leren. En dat is ook het mooie ja. van deze sport. Snap je? En, en elke keer word je voor jezelf een betere vechter, een betere mens, een beter. Snap je? Omdat je gewoon bepaalde dingen blijft leren. Ja. Ja, je bent nooit uitgelicht. En daarom zeg ik ja, ik had het best wel zwaar, man, met, met, met verliespartijen. Soms zat ik gewoon, uh, ging ik een week weg in een hotel, gewoon alleen, waar ja. ik alleen maar liggen. Ja, ja ik, dus ik is ik, heftig, ik, man. ja, ik weet het, ik, het is heel raar, maar ik ben, nee, bro, ik ik ben snap, het hele, ik, ik ben het hele, soms verlies, bro. Dus... <laughs> ik ben soms ja, ik ben soms het ene uit of dat, snap je? Ja, ja, ja. ik, ben, ik, ben, ik ben of dit of dit. Er ja. zit bij mij niet iets tussenin, ja, in, snap je? Het is all in, weet ja. je? En dat is ook de reden hoe, waarom ik zo vecht. Dus ja. ja. Ja, dus maar dat zie je ook. het geeft ook een bepaalde dynamiek en een bepaalde uh, ja. vuur ook. Ja, Want je zo. stapt in om te winnen, je, wilt gewoon, je, wilt, je bent een street fighter, ja. let's go. Ja, en dat is ook de reden waarom mensen willen kijken toch? Ja toch? Ja. Maar we hebben hier iets bijzonders op de achtergrond, Cage ja. Rage. Ja. Best wel een bijzondere belt, wat is het verhaal daarachter? Ja, voor mij is dit mijn allereerste wereldtitel, dus daar ben ik natuurlijk heel erg trots op, snap je? Dit was in 2005, 2006. sowieso. Ja. Ja, toen vocht ik tegen Fabio Piemonte. Ja. En die sloeg ik in de eerste minuut of zo. Sloeg ik hem neer. En toen werd ik wereldkampioen. Maar hoe is dat gevoel? Want we het over het gevoel wat je overhoudt als je verliest. Maar dan win je. Dan is er een bepaalde stoot en een reactie waarbij die gast neergaat. Ja. Ik weet het moeilijk om te beschrijven. Nou ja, ik weet niet, man. Het is gewoon een soort. Het is een soort drugs. Weet je je ja. wilt gewoon elke keer dat iemand neerslaat, dat je gewoon kan beslissen over iemand dan gaat hij uit. Dan gaat hij weg. Snap je? Het is ja. gewoon een oppermachtig gevoel, snap je? Ja. Dat ik dat kan gewoon als ik mensen wegsla? En ik heb best wel veel weggeslagen. En dat op een gegeven moment is dat een soort trademark, een soort ding. Wat je elke keer naar die bevestiging, wat je ja. ook weet, van ik ben. De sterkste stap. Ja, ik krijg niet zo zomaar de bij bijnaam No Mercy. Nee. No Mercy Manhoef. Wat ja. <laughs> ja. Je weet dat als je dan leest, ja. Melvin No Mercy Manhoef. Ik weet nog ja. dat ik uh, toen, zeg maar jaren geleden, voordat. Want op een gegeven moment werd kickbox echt een hype in Nederland. Toen ja. ging iedereen, zeg maar, op kickboxen springen. Ja. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment bij de radio zei, volgens mij rond 2009, 2008 toen 2010, 2010, ze zei op een gegeven moment, ik wil kickboxers een platform geven op de radio. Ja, Mijn collega's keken me raar aan. Ja. Nee, maar het is toch allemaal nee, dat criminals en het is allemaal beuken en dit. Nee, nee, nee. Er ja. zijn ook guys die van ver komen. Ik wil ze een platform geven. Dus ja. ik was heel vroeg daarin. Nou, en tot wij, ik komen van ver, hè? wij komen van ver. Maar je ja. hebt gelijk, je was heel vroeg. Want ik, was, ik ben daar ook geweest toen. Ja. En toen ja. hebben we een filmpje opgenomen aan een soort stare-down. Ja. Uh, ik zweer dat ik was bang. Je ziet ik, het, ik zie die keer die stare zeg maar. zoals dacht ik, nou, maar dit is man. En je kan mensen een oog ogen zien wanneer ze de real deal zijn. Absoluut. En we hadden toen al gelijk al ja, een vibe van, hé, hey, we zijn cool. En op ook events op ging je ook je eigen event opzetten, ja. WFL. Toen ging we ook vragen om dat te hosten en zo. Dus ja. daar, daar ontstond ook voor mij naar jou toe ook heel veel bewondering van. Dit is een guy die uh, van heel ver komt, die heel ver heeft bereikt. Maar ook gewoon gunt om zich heen. Ja. En altijd en nooit vergeet waar je vandaan komt. Ja. En dat wat ik even gezegd heb, want mensen ja. moeten beseffen van die, het gaat ver, snap je? Ja. Het, is, het, is, het, is, het, is, het is mooi. Het is. Ja, respect. Dank je wel. Ja, dankjewel. toch net maar gezegd hoor, ja, ja, ja. we geven deze game te weinig credits... en dan doen we alsof dingen zomaar zijn. Ja, maar deze game begint nu aardig te lopen. Ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, deze game, hè, het MMA, het kickboxen het gaat nu de goede kant op, de positieve kant ja. op. En daar ben ik echt heel dankbaar voor en heel blij om. Snap je? En ik ben blij dat ik zelf daar een steentje aan mee kan je met mijn platformen die ik heb. Ja. Uh, weet je, dus ja, ik vind dat leuk, man. Dus ja. ik, uh, ja... Ik vind dat een, een eer, laat ja. ik het zo zeggen. Nee, het zijn mooie dingen, mooie dingen. Ja. Want je gaat binnenkort, ga je dus uh, ook nog eens uh, naar Japan. Ja. Uh, <laughs> dus, dus het is nog niet gestopt. <laughs> ga, inoki, Kijk, het ja. heeft met Inoki te maken, rest ja. in peace. Kijk, uh, het zit zo, snap je? Uh, om om echt duidelijkheid te creëren, want de mensen die zeggen ja, je nou, weet niet wat mensen gaan denken, gaat ja, maar, weer, ja, maar dat weet uit, maar iedereen, is real iedereen, talk. iedereen gaat dan weer zeggen ja, die man stopt honderd keer dit dat is zo. Hey, weet je wat? Ik doe wat ik zelf wil. Dat is punt één. Punt twee, snap je? Ik heb het gewoon, ik heb altijd heb ik zeg maar gekickbox en MMA gedaan. Ik heb twee disciplines tegelijk getraind, snap je? En op een gegeven moment uh, Werd het MMA, uh, ging ja, eigenlijk de betere kant op. Snap je? En toen heb ik gezegd: kijk, Ik moet een keuze maken en ik wil dan alleen MMA gaan doen. Toen ben ik ergens in 2019 of zo, of 17, ben ik gestopt. Ik weet niet wanneer het was trouwens. Toen vocht ik tegen Remy. Ja. Vocht ik mijn laatste kickboxpartij. En um, toen heb ik gezegd: Van ja, ik ga waarschijnlijk nooit meer kickboxen. Snap je? Uh, en ik ga me nu alleen focussen op. Bellator, dat is de eerste afscheid wat ik had genomen. Ja. En toen had ik nog een Bellator contract. Dus ik bleef wel ma doen. Op een gegeven moment was mijn Bellator contract afgelopen. Uh, toen had ik op mijn contract de laatste wedstrijd. Nou oké, okay, toen heb ik gezegd, dit is de laatste. dit is de last one, zei ik. Uh, toen wist ik niet. Ik won toen van Kent Kalpine en Yannick Bahati. Ik won er twee van twee jonge jongens, won ik. En toen dus zei Bella toch tegen mij: van joh, je kan nog niet stoppen, man. Je hebt van twee jonge jongens. Je moet gewoon door, man. We uh, willen je nog twee extra wedstrijden erbij geven. Toen heb ik die twee wedstrijden ook aangenomen. Um, en dat is eigenlijk. Toen heb ik tegen Corey Anderson gevochten. Corey Anderson heeft laatst voor de titel tegen Nemkov gevochten, heeft hij verloren. Ik heb tegen Joel Romero laatst gevochten. Die vecht nu over een paar weken voor de titel. Dus ik heb eigenlijk van twee jongens verloren. Ja, die nu allebei voor de titel vechten. Snap je? En als ik had gewonnen, had ik voor de titel gevochten. Dus weet je, dan kan iedereen zeggen: ja, die man is oud en dit en dat. Hé, hey, luister, niet omdat ik oud ben of niet omdat, het, weet je, een leeftijd is. Maar het zit hier. Snap je? Het is een mindset wat je moet hebben. Het is hier wat je moet voelen. En ik ben gewoon van mijn gevoel. Kan ik nog heel veel? Kan ja. ik nog heel veel? Je kan bij mij komen kijken met de sparring. Ik heb vanochtend net heb ik een uur lang lopen beuken met een boy van 29 jaar. We hebben elkaar bijna afgemaakt, we hebben elkaar doodgeslagen bijna. Snap je wat ik bedoel, ja. en ik stond daar gewoon. Ik was daar gewoon in zijn face. Ja. En ik heb niet, ik, Hij zet mij niet meer achteruit hoor. Dat mag je wel weten. Snap je? Dus ik was daar, snap je? En ik ben daar nog steeds en ik sla nog steeds jongens neer van jonge leeftijd, die gewoon nu aan de top staan ook. Snap je? Dus dan kan iedereen wel zeggen, ja, man of moet stoppen, man of moet stoppen. Ja, ik wil ook uiteindelijk een keer stoppen, maar mijn lichaam en dit en dit moet op één lijn zijn. Snap je? Hoe ik nu geëindigd ben, heb ik gewoon geen vrede mee. Ik kan er niks aan doen, ik heb er geen vrede mee. Ik heb daar geen vrede mee. Snap je? En wat de rest vindt, ja, dat moeten ze maar zelf weten. Snap je? Als je niet wil kijken, dan, dan moet je, up, zep hem uit, man. Dan ja. Moet je niet naar me kijken, man. Dat is gewoon hoe het is. Dan blijf je gewoon, Matten. Zolang nou, je... nou, ik blijf gewoon. Kijk, luister, er is nu gewoon. Er zijn voor mij nu. Na die wedstrijd, zijn er zoveel opportunities gekomen van jouw man. Of ik heb daar ik Daar vechten. Toen dacht ik bij mezelf. Ik heb wel eens de tijd genomen voor mezelf. Weet je, om te kijken. Van oké, okay, wat ik zeg. En ik voel me gewoon niet lekker. Ik voel me gewoon niet lekker. Ja. En, en dat is de reden waarom ik gewoon heb nagedacht. van Oké. Okay, wat wil ik nu gaan doen, man? Wat moet ik doen? Snap je? Ik kan het niet zo laten eindigen en afsluiten voor mezelf. Ja. Dan krijg ik gewoon kortsluiting. Ja. Maar, ik doe het al 30 jaar. Het is mijn, het is mijn liefde, het is mijn passie. Het is, ik weet niet, man. Ik, ik, 30 jaar is meer, ja. is meer dan. Ik weet niet, man. Ja. Meer dan. Dat ik, ja, zo lang. Dus, dus, het dus, bij... dus, ja. dus er is een opportunity gekomen dat bepaalde organisaties naar mij toe zijn gekomen. Melvin wil je alsjeblieft dit, dat, oké, okay. nou. Toen kwam er één bijzondere uh, en bijzonder verzoek, snap je? Ja. Uh, dat is dan, uh, wat je dus zei, minister uh, Mr. Inoki. Ja. Nou, dat is een legend in Japan. Hij heeft met moment met Ali dingen gedaan. Hij deed echt heel veel, snap je? En hij is gewoon een legend. Maar die meneer is pas overleden. Ja. Mister Inoki is uh, vorige maand of uh, anderhalf maand is hij overleden. Ja, rest in peace. En, ja. en, en, en hij heeft toen gezegd, uh, voordat hij dus nog, hè, dat hij nog was, heeft hij een, een soort testament aangezet. Van: oké, okay, luister, als ik dan niet meer ben, dan wil ik een. Elk jaar wil ik dat evenement van mij. Uh, terugkomt. Inokibumbaye, zo heette dat ja. altijd. Dat was altijd een heel groot evenement in Japan. Ja. Snap je, dat je Inokibumbaye en dat je Dynamite, en daar vochten wij altijd op. Dus dat is echt vanaf vroeger. En dan zitten soms 60.000 man in Saitama. In, 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 in en iedereen, dat is gewoon niet normaal, snap je. Dus dat was heel vet. En, en hij heeft dus dat gezegd. En, en toen hebben hun dus mij gecontact van... Melvin, we zouden het een eer vinden om op de herdenkingsschala van uh, Inoki of ik daar zou willen vechten in Japan. Ja, en dan zeg je: Ja, oké. Okay. Maar je wilde weten dat ik het eigenlijk net met mijn handschoenen heb neergelegd. zegt: dus Ja, dat weten we, maar we vinden het echt een eer om op zijn herdenkingsevenement uh, te vechten. En ook omdat je in Japan, heb jij natuurlijk de meeste tijd van jouw vercarrière ben, heb ik daar gedaan en toen heb ik over nagedacht en toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, ik ben er nog niet klaar mee, ik, het is nog niet, dus ik, ik, ik kom er ook vooruit, snap je, ik heb een verkeerde beslissing gemaakt. Op basis van emotie. Op basis van emotie, ja. van mijn verlies, van dit, van dat, ja, oké, okay. en die heb ik nu gemaakt en oké, okay, ik moet ermee dealen en ik deelde mee en ik zeg nu van oké, okay, maar ik ben er nog niet klaar mee. Mijn lichaam is er nog niet klaar mee. Mijn hoofd is er nog niet klaar mee. En ik heb een coach, Saïd, die gewoon echt tegen mij zegt: Mel, nou, ik zeg echt wanneer je het niet meer kan, maar je kan het echt nog. Snap je? Ja. Hij gaat mij niet. Ik wil niet zomaar. Je weet toch? Ah, ik wil niet uh, 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 ongeloofwaardig overkomen. Snap je? Ik weet dat ik deze beslissing heb gemaakt. Ik weet het. Mijn het feit is, ik ben ook man genoeg om te zeggen dat het de verkeerde beslissing was en nog niet de tijd voor mij, dus klaar. En dat heb ik nu gewoon gezegd en deal with it, man. Deal with it. 28 december ga ik gewoon naar Japan vechten bij Enoki. En ja, als je wil kijken, dan kan je het zien. Als je niet wil kijken, niet kijken man, als je je oordeel ervan hebt, ja. snap je? het is sowieso niet, zeg maar, uh, de laatste voor je Je hebt zoiets van, zolang mijn trainer Saïd zegt... je hebt het nog steeds in je een, je voelt nog steeds... Nee, ik voel je het je ook zelf. Wilt, ja, maar op een gegeven moment, ik weet dat het een keer moet stoppen, maar ik zeg je eerlijk, tot nu toe, ja, ik, uh, ik, ik doe gewoon nog wel wat ik uh, ja. moet doen. Maar dat zegt ze ook over uh, Ronaldo, dat ze op een gegeven moment zegt van ja, hij is over zijn tijd, heen. Ja, maar, maar hij doet het nog steeds. Maar kijk, maar iedereen heeft dus een oordeel, kijk, ja. het werkt zo. Ja? Dat werkt zo. Dat de mens zegt ja, maar je bent zo oud, dus dan zit dit erbij. Je bent zo oud, dan mag je dit. Je bent zo oud, dan mag je. Maar jongens. Dat heeft toch niets mee te maken hoe oud iemand is, hoeveel je mag eten. Of hoeveel. Kom op nou. Ja. Kom op nou. Ik ben zo oud, maar ik kan dit en dit nog. Oké, okay, maar. Snap je? Als je tachtig ja. bent en je kan nog gewoon dansen en je kan alles nog leuk doen. En je kan <coughs> nog. Ja. Weet je, wat is dan de reden dat het niet meer mag? Omdat ja. de leeftijd daar is, omdat mensen dat vinden? Of dat. Nee, maar ik. Weet je, wat mensen vinden? Mensen vinden altijd iets. Ja. Ze vinden altijd iets. Snap je? Dus er gaat altijd iets zijn. Wat ja. niet goed is voor iemand, en voor anderen is het wel goed en hey. het feit is, je moet doen wat goed voor jezelf is. Je ja. moet doen wat goed voor jou is, wat jij denkt, van, hey, dit kan ik, dan moet je dat doen. Snap je? En ik ben voor de mensen die denken van dat ze niks kunnen doen op deze leeftijd nou, je kan heel veel als je mindset, je, je, je hard werk, ja. er is een consistent moet je zijn. Ja. Gewoon consistent. Gewoon geloven, dat is gewoon wat je moet doen. En je moet nu ook kilo's droppen, 9 kilo moet eraf. Ja, maar dat is geen probleem. het ja. doen. Als je het wilt, dan kan het ja. gewoon. Ja, ik vind het vet, man. Ik, ik ga ja, doen. Dus, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk mijn verhaal. Weet je? Dus ik bedoel, ja, ik ben nu nog niet klaar. Dus ik, ik heb spijt. En, dus je hoort het. Weet je, hij gaat gewoon weer vechten. Ja, en hij blijft zo lang vechten, zolang hij het voelt in zijn hart, in zijn hoofd ja. en, uh, zijn, zijn team en, en in zijn tien. En iedereen die zijn orde wilt geven. Hou het gewoon voor jezelf, man. Het is jouw oordeel. Je mag je mening hebben. Ja. Je mag je mening hebben. En dat mag. Dat is ook goed dat iedereen ja. zijn mening mag geven. Snap je? Well, maar vanzelf is back. het voor jezelf. En wat vindt je zoontje ervan? Oh ja. Ja, <laughs> ja die, uh, die vindt het ook. Uh, ja. Hij vindt, het, hij vindt het leuk. Snap ja. je? Maar hij is ook een beetje natuurlijk. Omdat hij het laatste wat ik gezien heb. Ja. Dat is natuurlijk niet fijn voor hem. Maar dat is ook de reden waarom ik het ook wil goed zetten. Snap je, je doet het eigenlijk voor hem eigenlijk grotendeels ook. Om hem te laten zien. Sowieso. Ja. sowieso, sowieso. Mooi hoor. Ook, ook omdat ik gewoon hem die werkethiek voor mij laat zien. Snap je? Dat al mijn kinderen hebben dat gezien. Snap je? Ik werk gewoon fucking hard. Ik werk harder dan de rest. Punt uit. Omdat ik gewoon verder wil komen dan een ander. Ja. En daarom werk ik ook harder. Ja. Dus dan moet je ook niet klagen als ik dan iets beters krijg of wat anders, weet je. Ja. Het is wat het is, man. Wel ja, inspirational, man, dat je dat ook voor je, voor je, voor je kinderen ja, doet. Ja, maar dat, dat is ik. gewoon. Ja. Ja. Mijn zoon, mijn andere zoon, die dus ook bij voetbal, die heeft diezelfde werkethiek. Ja. Die werkt ook gewoon keihard. Dat is de reden waarom die daar ook staat. Snap je? Mijn andere kinderen doen dat nu ook. Die gaan hun eigen business beginnen. is toch tof? Ja. ja ik ben dan trotse vader, man. Dat een, Freaking ja. vet. Ja, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, ik zat op een voetbalwedstrijd, ik zat bij Ajax in de skybox, ik hoor, Manouf! Ik denk, hè? Ik hoor, wat? Dus ik, ik denk, ik denk, wa, 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 wa. Dus ik, ik denk, hè? Nee, dat zou het toch wel niet, toch? Toevallig, soms hebben mensen, weet je toch? Yeah. Achternamen, je mag scoren nog een keer. Manouf! Nee, wacht eens even. Ja, ik, 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 ik zie jouw ze. Hé, bro, ik weet niet of het je zoon of iemand is, maar iemand zit hier met jou. Daar. Dus ik gelijk uh, ook googelen. Ik denk, damn, maar is gewoon jou, jouw zoon die. Maar, bro, hoe, hoe is dat voor jou? Want ik bijvoorbeeld, ik, ik kijk naar, naar, naar mijn zoon. Ik heb ook een stiefzoon. En dan kijk ik naar hun en denk, ik hou van deze guys. En ik ben benieuwd wat ze later gaan worden. Shalatan, Elijah en Damon, I love you guys. En dan vraag ik me af: oké, okay, wat gaan ze later worden? Maar jij ziet al wat jou, een van jouw. Jou, 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 wat jouw bloed nu doet op het veld, die scoort, ja. je je ja. achternaam. Hoe is dat? Dat is gewoon vet. Ik vind dat gewoon heel vet, snap je? Ja. En uh, uh, ik ben uh, super trots, snap ja. je? Maar ja, dat zeg ik, ik heb zeven kinderen, snap je? En ik ben gewoon trots. En ik heb toen ik, ik had daarvoor, had ik zeg maar, uh, in mijn eerste laatste heb ik drie meiden gehad, drie fantastische meiden, ja. snap je? en toen kreeg ik million weet je ja, ja. daarom heet hij ook million one in the million the oh, dat is ook de ja, reden van zijn de naam de reden van en 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 natuurlijk weet je ik vond het hartstikke leuk met mijn meiden en ik ging met mijn meiden paardrijden en al die dingen maar ja, ik ben best wel bang voor paarden ja. <laughs> dus, dus, dus ik ben nog een door een paard dus ik vond het wel leuk en zo ik vind het helemaal tof en dat met meiden geen kookboxen vond veel leuker natuurlijk maar en toen kreeg ik mijn zoon natuurlijk en toen was dat het eerste wat ik deed, hij was volgens mij 2,5. ja en ik zette hem gewoon, ik liet hem uh, trainen met Edward. Weet ja. je, met al die boys liet ik hem trainen met Lenny. gewoon tweeënhalf jaar kreeg die privéles. Iedereen <laughs> zei: Je bent gek, man. Snap je? Ik zei: Ja, ik ben gek. ben dus je kan man. ook matten. <laughs> ja, ja, nee, ik deed alles met hem. Ik Dan. deed alles met hem. Dus, snap je? Dus we deden kickboxen, we deden ja. voetballen. Ja. En ik, ik liet hem gewoon heel veel doen. Snap je? Ja. Echt heel veel werken. En ja, en op een gegeven moment, nou, je ziet nu het resultaat. Mooi, snap man. Je? En ze. Ze broertje, Shane, Ook hetzelfde, ook vanaf vroeg privélessen. En die mag nu, die zit nu zeg maar bij AZ. Hij is nu zeg maar gescout door AZ. Snap ja. je wat ik bedoel? Ja. Dus het einde van de rit, het is wat je gewoon erin gooit en hoe je ermee bezig bent. Dat, dat, dat rolt er gewoon uit. Snap je? Ja. Mijn dochters die gaan hun eigen zaakje openen. Die hebben het ook van mij gezien. Ja. Nee, hey, het harde werken. Dus ik ben blij dat ik zeg maar. Die inspiratie voor hun kan zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is: ook voor ouders, om te investeren in hun kinderen. Niet alleen zeg maar cadeautjes te kopen, maar juist ook te kijken van oké, okay, hoe kan ik emotioneel. Uh, van grote waarde zijn, ook ja. op, op inspiratielevel, ja, dat je kind dingen kopen, doet. Ja, cadeautjes kopen en al dat soort dingen, tuurlijk. Dat is eigenlijk waar we natuurlijk, we zeggen altijd tegen iedereen van ja, wil natuurlijk beter doen dan hoe wij het vroeger gehad hebben en dat soort dingen, en, ja, en als je het beter wilt doen dan hoe wij het vroeger hadden, dan moet je, jezelf ook heel veel, moet je de kinderen ook hard laten werken, want dat is eigenlijk wel ja. hoe de wereld in elkaar zit. Ja. De wereld is niet alleen maar mooi, snap je, de wereld ja. is ook hard. Ja. Snap je? En, en, en ja, ik vind dat ze dan, ja, ze moeten niet alles krijgen. Je moet ook gewoon ervoor werken. Ja. Snap je? Werken is het allerbelangrijkste. Snap je? Werkethiek is het belangrijkste. Want je gaat teleurstellingen tegenkomen in je leven en dan. En dan, wat gaan we dan doen? Ja. Ga je dan naar papa en Nee, man, je moet het op, je moet het fixen. Je moet het fixen. Als je een tegenslag krijgt, oké, boem, die neem je. En dan ga je door. Dat is eigenlijk waarom ik het vechten zo mooi vind. Snap je? Vechten of kickbox is voor mij net leven. Weet je, het is voor mij met leven. Ik, ik krijg een klap en bing! En ik ga neer en ik sta weer. En dan ben ik weer in je feest. Ja. En dan ga ik weer tegen, kom ik weer. Ja. Snap je? En dan uiteindelijk win ik nog de wedstrijd ook. Dus, dat snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, never give up. Never give, give up, ja. Klap. Maar dat is dus eigenlijk een beetje waarom ik, het, waarom ik de sport zo mooi vind. Ja. Snap je? En elke sport hè, uh, vind ik belangrijk voor, voor, voor ons, goed. voor, voor ja. de toekomst. En, maar die werkethiek, wat heel belangrijk is. Hè, dat ik, 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 ik herken dat ook. Uh, er zijn heel veel boys die nu ook in de media komen en dingen doen. En die vragen me: wat is jouw passie? Ik zeg: I was born to do this. Ik zeg. Ik vind het letterlijk, zeg maar, hoe doe je dat? Vier uur in de ochtend opstaan. Dat is discipline voor mij. Vier uur ja. opstaan. Vijf uur ben ik al in de studio. Zes uur ben ik on air op de radio tot tien uur. Dan heb ik vergadering. Dan ga ik weer een zap inspreken. Dan kom ik naar de podcast studio. Dingen opnemen. En daarna ga ik ergens slapen of tussendoor sporten. Snap je Maar het is gewoon een soort regelmaat met die werkethiek. Ja. You want to be the best you can be. Dat vind ja. ik ook belangrijk. Ook met deze podcast om mensen te, te inspireren van. Uh, met dit soort gesprekken, dat ze ook zien van, er komt er meer bij kijken. Het is niet alleen succes. Succes, nee, resultaat nee, nee, van hard nee, work. Man. Nee, man. Dus niet, kijk, luister, je, je begint ergens. Ja. Snap je? We hebben het net over die titel. Ik weet nog dat ik net die titel pakte in 2000. Ik weet niet, het was echt. 2005, 2015. <laughs> ja. Ja. of zo was de ja. titel. Ja. En, dan, en dan moet je nagaan. Dan, dan, dan kreeg ik een. toen kon ik zeg maar uh, net naar de K1. Snap je? Dat ik dacht van, hé, hey, wow. Weet je, en toen was ik nog een beetje natuurlijk zeg maar, uh, ik was net begonnen natuurlijk en ik probeerde echt nu wat van mijn leven te maken natuurlijk. Dus ja. ik was echt fully focus alleen ja. met vechten bezig, ja. niet met randzaken. En toen kreeg ik dus een contract. Nou, ik wil eigenlijk geen cijfers noemen en zo, maar ik gewoon voor, ter motivatie om, om te laten zien hoe het leven kan lopen, snap je? Ja. Heb ik zeg maar, ik weet niet, mijn eerste contract verdiende ik een dollar of zo. Ja. Dus ik sprong een gat in de lucht. Ja. Snap je? Omdat ik het gewoon voor elkaar had om bij elkaar in te komen. Snap je? En, um, en toen dacht ik bij mezelf: ja, man. Ik wil dat lokken en zielen en zijnen. Ja. En ik sloeg al die boys neer. Omdat ik gewoon, Mike zei: je moet alleen maar werken, werken, werken. Weet je, want Mike zei: uh, uh, als je hard werkt, weet je. En als je doet wat je moet doen. dan zorg ik dat jij een miljoen krijgt. Oh, wow. Ja, dat zorg ik voor. Einde van de rit. Teken ik dus dat contract. Hè. Moest ik tekenen trouwens, want het ging eigenlijk anders. Uh, 15.000 dollar kreeg ik en ik ging de hele tijd maar aan mijn manager vragen: Jo, Simon, wat, ik krijg je nou het contract, Simon? Ik wil tekenen, ik wil tekenen, want ik wou het vast hebben, weet ja. je wel. En ik was de hele tijd aan het, aan het, aan het uh, knokken en toen op een gegeven moment kwam de UFC, namelijk toen in 2007. Ja. En de UFC zei toen tegen mij: van ja, oké, okay, uh, we willen dat je hier gaat uh, komen. En uh, je krijgt van onze contract. Wat? Wat? <laughs> <Wow. laughs> ik denk, wow! Ik denk, wat? Ja. Ik denk, hè? Oké. Okay. Ja, ik had nog niet getekend bij de K1. <laughs> dus ja. op een gegeven moment zei ik, oh. En toen zei ik dus tegen de K1, ja sorry man, maar die UFC, weet je, ja, dat is gewoon high level. Ik wil dat uh, gewoon gaan doen waarschijnlijk. Ja. En toen zei de K1 dus tegen mij en Simon, we uh, gingen overleggen, zeiden dus ze tegen mij, maar Mel, want ik begon, begon net pas met het MMA, dus ik was nog niet zo goed, weet je in het MMA. En toen uh, uh, zei ik van, ja, maar wat moet ik dan doen, weet je? Ik zeg, ja, misschien moeten we eerst nog even in Japan kunnen we dan A, ah, en kickboksen en MMA doen. Als ik naar Amerika ga, moet ik alleen maar MMA doen en dan kan ik niks anders. Ja. Snap je? En toen dacht ik bij mezelf: Ja, jezus, moeilijke keuze. En Anderson Silva was toen de tijd ook bij deze organisatie, Gay Trace, was hij ook kampioen. Ja. Maar op de 84 kilo. En ik was de 93 kilo. Dus, ja. hè? En we zouden eigenlijk nog tegen elkaar vechten, moet je nagaan. En Anderson Silva is toen, vanaf 2007 de is hij wel naar de UFC gegaan, want hij kreeg ook het contract. En ik dacht bij mezelf: Ja. Ik weet het niet, want ik was beter in kickbox op, op dat moment. Dus ik koos toch maar voor Japan. Maar toen was ik net drie maanden bij Japan. Toen gaf ze me al een verhoging voor. Verdien ik opeens Snap je? Per wedstrijd. Per wedstrijd. En ja. toen moest ik er. En toen kon ik er zoveel vechten, waardoor ik eigenlijk iets meer verdiende dan het contract wat ik toen de tijd had uh, uh, van de UFC. En toen zo was het begonnen. En toen op een gegeven moment, na ik denk, drie maanden zouden ze een toernooi doen, wat niet kwam, en dit en dat. Toen hadden ze een contract in, uh, hadden wij een soort ontsnapping voor uit het contract te komen. En toen hebben ze gewoon weer verhoogd. Toen ging ik van. Toen ging ik nog. bro. Het was gekke werk, man. En toen, toen viel je bij gevecht toen? Ja man. Wauw. Ja, man. En, dat was vanaf 2007. en toen zei Mike dus tegen mij: Ik had toen misschien iets acht keer gevochten in het jaar, dus hij, zei Zie je nou wel. Ik zei toch dat ik je miljoen zou bezorgen. Ja, man. Dus je was toch miljonair? Ja, dat ben ik wel geweest, denk ik. Ja. Oh, sick. Ja, ja, dat ben ik wel geweest. Maar hij heeft het, Mike heeft het gewoon wel voor me gedaan. Hij heeft me wel gewoon van de straat gehouden. Hij heeft me gewoon elke dag laten trainen. Hij, hij liet me niet gaan. Want ik was natuurlijk wel soms nog een beetje, je weet toch. Zou dat een Mike man? Ja. Dus het is belangrijk is, om zo iemand is, ook te hebben is, in je leven. Dat, maar dat zeg ik. Ja. Snap je? Als ik hem niet had als mijn vaderfiguur, snap je? Want ik bedoel, ik, ik, ik woon natuurlijk in Rotterdam. Ik ben, oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam. Ben je daar ook geboren? Nee, nee, nee. Ik ben geboren in Suriname. In Suriname en toen kwam je naar Rotterdam. Maar, ja, we gingen toen naar, we gingen toen naar, uh, naar Rotterdam. Ja, hoe lang heb je daar gewoond? Ja, tot mijn 11, 12 jaar of zo, man. Oké, okay, en toen ging je naar Amsterdam? Ja, ja, ja. Toen. Uh, ja, ja. Toen ging ik naar Amsterdam. Oké, okay, want je hebt ook een keertje ook in Zandam gewoond. Ja. Was het ja, daarna? Ja, nee. Ik, ik, dat is eigenlijk een beetje ja, uh, een dingetje. Wij zijn toen uh, eigenlijk zeg maar. Vanuit Rotterdam ben ik naar uh, Zandam gegaan via ja. een. Uh, ja, uh, ja, het is een beetje een moeilijke, moeilijke kwestie. Oké. Okay. Snap je? Een uh, familiekwestie of zo? Ja, een beetje, ja. Oké. Okay. Ik, ik, ja, ik, weet, ik weet niet of mijn moeder het. Uh, kijk, wij kwamen toen vanuit Zandam. Mijn vader en moeder gingen uit elkaar. En toen op een gegeven moment. toen uh, kreeg ze een nieuwe vriend. Bla -dibla. Dus oké. Okay. Toen het einde van de rit. Op een gegeven moment ging dat niet zo goed, snap je? En toen werd het een beetje handtastelijk en dat soort shit. En toen, uh, toen we dus eigenlijk vanuit daar, zijn we verhuisd naar een soort blijf mijn lijfhuis, weet je, om, okay. om mijn moeder te beschermen en dat soort shit, snap je daarom? Ik hou niet van vrouwen slaan en dat soort dingen, weet je? Um, dus... Um... Maar lijkt me ook een hele moeilijke periode, want zeg maar, nu ben je die guy, die iedereen kan beuken in de ring. En ja, dan, volgens mij ben je dan die, die young die keer, boy. Ik had liever die keer gebeukt, man. Dat zeg ik eerlijk, man. Ja. Ik zeg je eerlijk, man. maar Ik ga niet voor je lief, man. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik was een kleine boy. Dus ik kon niks doen. Dat was elf of zo? Ja, twaalf. Wauw. Dat ja. lijkt me vooral heel moeilijk. Ik weet, ik weet zeg maar dat er. Dat in mijn jeugd, wat ik me vaag, vaag kan herinneren, is zeg maar. Dat, dat, dat een guy dat probeerde bij mijn moeder. Maar mijn moeder zat toen uh, op kickboks al. Mijn moeder is vanaf jongs af aan fanatiek met King boekte. Dus wat ik me herinner is dat die kil stoten kreeg, jongen. Snap je? Dus ja, daarom als mensen mij vragen... Van, oh, nou, waarom uh, ben je nooit zeg maar met vrienden op het verkeerde pad gegaan? Of ik zeg... Ik zeg want, want iedereen heeft wel eens in zijn momenten, verleidingsmomenten in ja. life. Dat je soms. Ja, ja. Weet toch, je bent aan het rebelleren. Dat is altijd iets. Ja, weet ja, je ja, hoor. Ja, ja, ja. Dus, dus mensen zeiden tegen me: van, Waarom, weet je, je drink geen alcohol, blub blub. Uh, je bent zo braaf. Ik zei: Nee, nee. Maar waarom doe je die dingen niet? Ik ben bang voor mijn moeder. Ja, man, ik ga niet voor je liggen, bro. Ik kan ja, dus, klappen gaat het weer niet. Man, weet, bro. Nou, dat zeg ik, man. Ik zeg je eerlijk, man. Ik ben ook bang voor mijn moeder. Ja. Dat is de enige persoon waar ik echt bang voor ben. Ja. Ik heb Echt. Ja, dat is echt zo man. Moet een een ik eens zeggen, als ik je ooit zie roken, dan maak je de hele pak gewoon op eten. Ja. En ik keek eraan en ik kijk maar naar ogen. je weet dat ze het meent. Ja, 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 ja. En, ja, en ja, toen ja, dacht ja, ik, ja. eh, laat maar Mama, ja, ja. Mom, I love you. Ja. Thank you very ja. much. Ja, we gaan zo meteen verder met het interview. Eerst even mededeling. Vergeet natuurlijk niet te liken, te subscriben en te supporten. We gaan even een dikke shout-out geven aan winkelstraat.nl. De sponsor van vandaag. Dus als je bij jezelf denkt: ik ben op zoek naar luxury stuff, mooie kleding en ik wil een grote collectie aan luxury brands. Ga naar winkelstraat.nl, daar vind je alles. Al die winkels zijn bij elkaar, connected. Het is een groot platform, een van de grootste. Alle sales ga je daar vinden. En ze regelen snel, ze regelen je snel. Ze laten het lukken. Vandaag besteld, morgen in huis. Go check it out, winkelstraat.nl. Nu gaan we even terug naar het interview. Real talk! Andolix. Uh, nee, maar echt, mijn moeder is mijn, een van mijn grootste role models. Want toen, toen, weet je, mensen die deze podcast checken... weten dat ik best wel openhartig ook ben geweest... over het feit dat mijn vader niet echt een rol in mijn leven heeft gespeeld. Yeah. De reden dat ik het ook vertel en het bespreekbaar maak... is omdat ik vind dat uh, het is niet erg is om je kwetsbaar op te stellen. Het is niet erg, want ik heb dat weer gebruikt als motivatie... om nu een betere vaderfiguur te zijn. Dus daarom kijk ik juist op naar mensen die echt dingen doen voor hun kids of family. Ik, ik kijk nooit zo op naar mensen die op geld hebben. Dat is leuk voor je, maar wat doe je met het geld? Help je mensen? Dat is wat ik tof van jou vind. Van, jij bijvoorbeeld ook die WFL, waar je ook jongeren uh, helpt yeah. en, en begeleidt ook in hun traject, in hun yeah. kickbokscarrière. Volgens mij een paar van die guys die bij jou ook yeah, yeah. getraind, die ik heb zien vechten bij jou, die yeah, vechten nu yeah. bijvoorbeeld ook bij Glory. Ja, over me, ja, ja, volgens mij ook. En Boedie ken ik van bij jou. Ja, al die jongens. Al, al ja. die jongens die dus. Dat, dat is dus het leuke van, 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 van dit, snap je? Ik, ik, ik ben daar dus mee bezig. En dan zie je dus al die jongens die doorgroei maken. En eigenlijk is het voor mij een soort doorgeefluik, snap je? Ik heb bepaalde dingen. Ik ben geblest dat ik bepaalde dingen heb kunnen bereiken. En kunnen zien en kunnen voelen. En ik probeer eigenlijk, zeg maar, het wat ik zeg maar toen de tijd niet had waardoor ik zeg maar eigenlijk problemen heb gekregen, ja. probeer ik nu wel te bouwen dat sommige jongens wel dus een platform hebben waar ze in ieder geval alvast een beetje kunnen groeien, aanleren en dan kunnen ze doorgroeien naar een Glory, een UFC of een Bellator, snap je? Ja. Dat is gewoon waardoor ze dus eigenlijk hun leven gewoon ja kunnen verzekeren van een, een normaal en goed ja. leven, snap je? Maar ik ben ook bezig dat het platform van mij het ook al kan veroorloven dat ze al fully prof kunnen worden en dat is eigenlijk mijn, mijn tweede grote passie om dat voor elkaar te krijgen maar dat kan ik pas doen als ik echt gestopt ben. ja als je echt gestopt bent <laughs> als je zelf niet de, de <laughs> gaat maar, maar hoe zit het met begeleiding want op een gegeven moment wat je zei van um, dan kom je in in de sportwereld het gaat lekker uh, je verdient lekker geld uh, op een gegeven moment zelfs 150.000 per wedstrijd uh, het gaat lekker hoe gaat het met je finance op zo'n moment? Wie begeleidt jou? Waar geef je ja, geld aan uit? Kun je een beetje ja, ons meenemen? Ja, in? Ja, ja, dat is natuurlijk een ding. Snap je? Kijk, alles, alles heeft een keerzijde. Snap je? Dus het verhaal is niet. Dus ik wil helemaal niet pochen of stoel doen. Snap je? En misschien moeten we eigenlijk. De bedragen misschien gewoon eruit halen en het dat we dat zeggen dat het is, niet op, het is gewoon meer nee, dan nee, een maar, ik, maar je krijgt ja. dan kijk je krijgt dan je komt in een systeem en dat is eigenlijk waar het dus bij ons nu verkeerd gaat in het kickboksen. Je moet ook begeleiding hebben daarnaast. Ja. Snap je? En dat je gewoon bepaalde dingen heel goed uh, moet doen. Uh, als je dus het geld verdient, dan moet je ook proberen om te kijken om, hoe moet je het investeren, wat moet je ermee doen. Weet je, uh, geen groot huis kopen, niet honderd auto's kopen, weet je. Ik bedoel, dat soort dingen heb ik ook allemaal meegemaakt, heb ik ook allemaal gedaan. En aan het einde van de rit ging de K in failliet, Snap je? Ja. Bijvoorbeeld. En toen kreeg ik een, een, een vrij val. Ja. Snap je? En toen had ik het zo zwaar, snap je? Dus ik bedoel, ja, dat, dat soort dingen zitten er ook gewoon in. Ja. En, en, en toen, ja, toen wist ik ook niet meer waar ik, uh, waar ik het zoeken moest, weet je. Wat gebeurt op zo'n moment? Want dan heb je inderdaad ja. het grote huis. Je had volgens mij drie of vier auto's. Ja, man, ik had best wel wat je. Ja. Ja. ja, dus, ja, dus, dus het is heel dus Elke dag reed je eigenlijk een nieuwe nee, auto? Nee, maar het is gewoon stom. Het is gewoon ja. het heel stom. Ja. Wel, dat zijn dingen omdat je dan op dat moment kon dat. Ja. snap en je houdt geen rekening dat er ook negatieve dingen kunnen gebeuren, ja. snap je. Als het eenmaal goed gaat en anders wat ik aanraakte met geld nou, op een gegeven moment dan, dan kom je gewoon op een moment van, boem, er komt niks meer binnen, snap je? je. Hoe hebt, was dat toen? Hè? Want ja, dat was zwaar, je, hebt toen, je hebt wel zo'n hoge kostenpost ja. elke maand. Ja. Dat was een vrij fijn, daar heb ik echt best wel lang in gezeten. Snap je? En daar nou, ga niet voor je liggen, snap je? Ik heb echt uh, moeten knokken, snap je? En, uh... Maar het is niet zo dat je opeens een bijbaantje kan nemen. Nee, zo, nee, nou... dat is ook de reden waarom ik het ook gelijk toen de tijd al begonnen ben met mijn sportschool en dat soort dingen. En, uh, snap je? Mijn vrouw heeft daar echt het uh, beste beentje voor gezet, snap je wat ik bedoel? Ja. Die moest toen ook knokken, die moest omschakelen, die heeft die weet toch ja. gewoon de sportschool omgezet. Shout out. En, 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 en de openbouw, snap je? Dus dat ja. zijn allemaal dingen wat toen toch tijd. Toen was dat ja, best wel zwaar. Ja, en, ja, en je ziet het. Die klap heb ik ook overwonnen en, en, en nou gaat het weer gewoon goed. We hebben, ja. Ik heb het nu gewoon goed. Was dat een de van, van de beste schoolop. moves die je hebt gemaakt? Op een gegeven moment toen je die vrijval kwam, dat je dacht, oké okay, luister, ik moet een andere onderneming opzetten ja. die gelinkt is met wat ik doe en wat... La. Eigenlijk niet eens gelinkt in wat ik doe. Ik, op een gegeven moment ging ik natuurlijk kijken naar heel veel andere jongens. Die natuurlijk ook heel veel geld hebben verdiend. En wat er nog van over is. En hoe en de wat. Snap je? Ja. En, en, en daar ging ik dan mijn lering uit halen. En toen dacht ik bij mezelf. Nee man. Ik kan wel heel veel geld verdienen. En, hè, maar ik weet niet wanneer het stopt. Snap je? Ja. Het kickboksen. Dus ik dacht bij mezelf. Ik begin iets wat ik leuk vind. Een sportschool. En toen dacht ik dus van. Um, als ik dat doe. Ja. Dan kan ik daar kan ik het alvast laten groeien. Dat als op een gegeven moment, wanneer ik dus gestopt ben... kan ik me fully focussen op mijn sportschool richten. Ja. Ik wist niet dat ik zo lang zou blijven vechten nog, maar... <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, maar snap je, dus, 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 dus dat is nu eigenlijk het uh, uh, ding. En, en, en zodoende ben ik dus begonnen... naast mijn vechtsportcarrière, met de sportschool erbij. Ja. En, en, en nou is de sportschool zelf draaiend en gewoon goed. Dus, ja, mocht ik stoppen, kan ik gewoon daar gewoon... Mijn salaris gewoon uithalen en dat soort dingen. Snap je? Ja. Dus dat is gewoon fijn. Dan mocht je meer je? willen weten van een sportschool, ja. check gewoon ook in de link hieronder. Ja. Weet toch? Misschien geef wat dingen weg. Ja. Uh, weet dus ja, ja maar dus mooi. Dus Zo, zo mooi. is het man. Ja, maar dat vind ik inspirational, want het is wel belangrijk. Want zeg maar, uh, want je laat dan zien dat er meer is dan uh, dat ding wat je doet en je kan het ook uitbouwen. Weet je, ik denk ja. dat het ook inspirational is voor andere vechters. Denk van, oké, okay, life after Kickboxing, wat je dan eventueel zou kunnen doen. Een sportschool ja, is een hele mooie. Ja, dat het, ja. ja, want ik zag ook bijvoorbeeld. Uh, Badr heeft nu iets van 50 gyms. Is hij aan het bouwen in Marokko? Dat zeg ik toch. Hij kan, ik hij kan, ik nu, iets ja. hij kan nu iets teruggeven. Hè, en zorgen dat er dus, zeg maar, veel meer talenten. die zeg maar, misschien niet. Hè, uh, het kunnen, bepaalde dingen kunnen bereiken ja. door middel van dat ze tekort hebben aan bepaalde dingen. Ja, dan kan hij veel meer talenten zorgen dat ze ook ergens een platform hebben en ook ergens kunnen shinen. Ja. En dat is eigenlijk denk ik wel heel erg goed. Ja, dat is mooi hoor. Dus ik, 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 ja. niet, ik zag het voorbij komen, dacht ik, ah dope. Ik had hem gelijk een bericht stuurd van bro, Proud of You. Want het is wel, kijk, mensen beseffen vaak niet zeg maar wat mensen zoals jij en Badder ook betekenen voor heel veel anderen. Want zeg maar, het zijn guys die van ver komen en die het maken. En, en, en daar zie ik Badr ook als inspiration in. Bijvoorbeeld het moment dat, ja, ik werd ook emotioneel. Eén dag kon ik ook niet slapen, was toen ik naar die wedstrijd ging. Uh, laatste wedstrijd waar hij toen vocht. Uh, uh, en toen aangaf dat hij het overweeg om te stoppen met kickboksen. Bro, ik, ik was niet, ik was niet, <laughs> ik was niet. Hey, bro, sorry maar ga je zeggen maar. Ik was boos en ik was, ik dacht, en nu? En wat voor mij, kijk, besef, kijk, heel veel mensen komen nu pas kijken en volgen kickboxen. Ook niks mis mee, want hoe groter het wordt, hoe mooier. Maar ik volg het echt, zeg maar, in de tijd ook van de K1. Ik heb jullie allemaal zien vechten en nee. badder en ooit. Dus op een gegeven moment, wanneer, toen jij ook stopte met kickboxen en dan zie je jou ook niet meer kickboxen. En op een gegeven moment eh, heb je dan badder die nog steeds daar aan het domineren is en dingen. Dan denk je bij jezelf, fuck, en dan als hij dan weggaat, dan is het bijna, voor mijn gevoel, voelt alsof. Yeah. De legends dan zeg maar allemaal weggaan. En dan ja. denk ik van ja, maar en, oké. Okay. En, en ook shout out aan de nieuwe guys die ook komen. Want je moet never ja. discredit them Maar voor mij persoonlijk, omdat ik een, een, een liefhebber ben van die je tijd. Ik ja, met die jongens. Ja, dus ja. voor mij is het van. Hey, maar wacht hey, Ik wil ook nog een NWA-concert. Ik wil ook ja, nog ja, een ja, ja. of zo. Nog zien bijvoorbeeld. Maar hoe was het voor jou toen hij. Dat in de ring zei. Want jij vertelde aan het begin van deze podcast. zei ook van dat jij de ring inging. en op een gegeven moment jouw hoop was om door te ja, gaan met vechten. Ja. En hij, hij zegt opeens: Ja, ik overweeg om te stoppen. Hoe nou, in was het? In ieder geval is in ieder geval beter dan wat ik heb gedaan. Ja. Ik heb gewoon gelijk uh, de keuze gemaakt. Maar het overwegen ervan, dat is eigenlijk is dat wel heel goed. want dan kan je tot jezelf komen. en natuurlijk is het heel zwaar. Snap je? Hij heeft natuurlijk heel veel partijen gevochten, niet gewonnen. Dus op een gegeven moment gaat iemand ook denken: vertering. Snap je? Maar ja, net wat ik dus zeg, je hebt dan de hele tijd niet gewonnen. Is dat dan nu hoe jij dan wil stoppen? Snap je? Ja. Omdat de mensen vinden: ja, je hebt niet gewonnen en ja, we moeten stoppen, is klaar. Weet je, kijk, dat is wat mensen vinden. Iedereen mag zijn mening hebben. Maar ja, ik vind niet dat hij moet stoppen. Maar dat is wat hij nu voor zichzelf aan het onderzoeken is. En als hij dus terugkomt, dan hoop ik dat hij gewoon wint. En dat hij dan misschien stopt. Of als hij dan zegt, misschien gaat hij dan nog wel door. Je weet het niet. Maar, maar je kent hem heel normaal. Denk je dat hij gaat stoppen? Nou, ik denk het niet ook. Ik, ik denk, het denk het ook niet. niet. Maar, ik denk het niet. Maar het feit is, dat is natuurlijk aan hem. Ik, 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 ja. Dat is zijn, zijn eigen keuze. Zijn ja. eigen ding is wat hij maar doet. Ik zijn, ja, omdat, ik ook, maar ik schrok wel toen hij het zei. Ja, Omdat hij dan de gedachte heeft. En ik snap het ook. Kijk, ja, maar is ja. het toch normaal? Ja. Maar dat is eventjes daarom zeggen. Kijk, dat is dus, als je dan daarin meegaat. Kijk, hij heeft natuurlijk. Een Tijd niet gewonnen, nou, okay. dan kan het dus zo zijn dat het allemaal meespeelt. Maar ja, ja. de vechter in hem, ja. Ja, die gaat hem, denk ik, eruit halen. En zeggen, joh, ga gaan je nog een keer doen, man. snap je? Dat denk ik, maar ja. ja. Um, dat zeg ik, die teleurstelling die hij heeft gehad nu een paar keer. Ja. Ja. Als je stopt, blijft het zo. Ja. Als je doorgaat, is de kans ja. dat je wint is veel groter. En dan heb je zelf... Ge... Ja. Ja, wat je ziet niet ja. bijvoorbeeld, je hebt ook uh, analisten-specialisten. Vind ik ook altijd leuk hoe je dan bij Videoland ook je ding doet. Want je hebt echt ook, 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 ook kennis, ook shout dat Remy. Ik vind het mooi zeg maar van ook dat mensen ook moeten beseffen: van, er komt veel meer bij kijken bij dat vechtersmentaliteit. Ja. Want heel veel mensen denken: van je, 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 je doet maar iets, maar er komt zoveel pressure. De hele wereld heeft een mening. Ja, heeft mee, ja, Iedereen heeft een mening, ja, ja. maar jij moet het, jij moet het jij er wat van doen. maken. Ja, een split second heb je ja, maar. Ja. In de ring. Dus ik denk wel, dus Badr, kom gewoon terug. Laat ze gewoon zien. <laughs> nee, ik vind <laughs> ja, altijd het altijd mooi. Nee het zijn. is een dynamische en explosieve vechter. En, uh, ik vind het mooi om te zien. En ik zie ook heel veel andere vechters die ook lekker bezig zijn. Plazibat, die is ook lekker bezig, man. Plazibat, iedereen is lekker bezig. Ja. Al die jongens, dat zijn... Ja. Ze doen het gewoon allemaal goed, snap je? Ja. En, en het is gewoon fijn dat het nu wordt opgepakt. Dus ik ja. denk dat en we... ook Zaradar Rico, ik denk dat ja. hij ook heel veel uh, respect heeft afgedwongen, ook in de afgelopen ook partijen bij heel veel mensen. Ik denk dat mm -hmm. mensen ook zien van, dat hij ook tussen oog op, hé hey bro, die, die klap van, sowieso ja, respect ja. aan iedereen die een klap kan incasseren van Jamal Ik Wil die Willy man slaat, ja, ja, zo ja. Pof, dat echt. Snap je? Nee, maar dat was ook het moment dat Rico denk ik bij veel mensen ook het respect... In ieder geval heeft. bij mij wel. Ja toch? Had jij dat bij ook, mij, dus je dacht van, ik, ik wel. wist wel dat hij al... Ik ga, ik ga ik luisteren kijken, hij was sowieso, vond ik hem al uh, voor de sport, Vond ik Rico al heel erg goed. Snap je wat hij deed voor de sport? De sport komt in een positief daglicht. Weet je, de mensen ja. vinden het fijn. Oké, okay, dus de, de sport groeit. Daar heeft hij, zeg maar, heel veel aan, aan gedaan. En natuurlijk ook met Badr. Die partij die leefde natuurlijk enorm. Dus ja. het werd alleen maar steeds groter en groter daardoor. Snap je? Maar ik denk dat hij. Uh, echt wel de sport op de kaart heb gezet. Samen met uh, ook andere jongens, natuurlijk. Nicky, uh, Robbe van Rosmalen. Allemaal ja. goede boys die er waren. tot toen de tijd. Snap je? Ja. Dus er zijn heel veel jongens die de sport toen echt. Er kwam echt op een gegeven moment de lift. En toen was ik. Ik vond Rico gewoon altijd een atleet. Snap je? Ja. Ik, ik noem altijd vechters atleten. En vechters. Je hebt atleten en vechters. Een atleet is iemand die gewoon zijn opdracht kan doen, die is gewoon hè, stabiel, die denkt gewoon: van oké, okay, het is ja. een sport en dit en dat. Ja. En je hebt vechters, ja. zoals ik, ja. zoals Badden. We ja. willen gewoon matten, maar het is gewoon onze, eigenlijk onze tweede natuur. Omdat we gewoon altijd voor veel dingen moesten knokken. Punt. Ja. Dus wij willen gewoon voor alles vechten. En, en, en zo zie je dat ook. En, um, en toen. Dat hij die klap van Jamal kreeg, dat die was hier aan en de dictering. En ook dat hij zeg maar twee keer tegen Badden gewoon acht tellen kreeg en hij koud ze gewoon weg bro. En de enige waarom die man die ding gewoon wegkoudt, is dat hij gewoon zegt van oké, okay, ik blijf gewoon nu nog even staan en daarna ga ik gewoon overnemen. Snap je? De geloof, de mindset wat hij heeft op dat moment. En ja, dan zie je dat hij wel gewoon echt een, een sportman en atleet ja. is, snap je? En ja. hij blijft geloven in de gameplan wat ze gewoon hebben. Ja, en toen heb ik echt wel een uh, stukje respect gekregen. Ja, ja, ja. Dat ga ik niet voor je licht, man. Ja, ja. Ik hem tegen Jamal zo zag en tegen die lange dictering. Want Jamal en slaat yes. hard, bro. Ja, als je niet kan wegkauwen... Dat, dat, dat is het enige. En daarom zeg ik ook, niet om alle redenen, maar als, ja. als Placibat hem niet neerslaat in de eerste twee, drie rondes. Bro, je weet toch, hij is net die terminator die gewoon, je weet toch, die kapot zit. En ook als je hier gewoon nog alleen maar komen. als je hem niet neer gaat slaan, gaat hij opeten, man? Ja. <laughs> ik zeg het je eerlijk, dus daarom zeg ik, ik ben echt, ja. <laughs> ik ben echt benieuwd wat bij COVID ja, gaat gebeuren, ik zeg ik je eerlijk, snap ik Dus daarom zeg ik, voor mij, uit, uit dat oogpunt heb ik wel gezegd, van, ja, oké, okay, daar heb je wel mijn dingetje verdiend, weet je? Dat ik ja. echt over jou, van ja, het wat, Want volgens mij moest ook, uh, wat heel veel mensen vragen ook van wanneer gaat Richters tegen Jamal? Maar dat schijnt zeg maar, nu niet meer te gebeuren, of weer wel? Dat is ook ik een... weet niet, man. Dat is ja. Glory, hun beslissing. Die ja. doet gewoon wat, hun, uh, wat voor hun uh, het beste natuurlijk uitkomt. En ja. uh, ook voor de vechters. Ja. Want de vechters hebben natuurlijk ook een stem. Maar uh, ja, tot nu toe gaat het gewoon hartstikke goed. En ze doen het hartstikke leuk. En ja. ik vind het hartstikke leuk om daar analist te zijn... En ja, ik zeg het eerlijk, man. Dus en Jarai is ook weer terug. En shout out aan man. Iedereen. Hij komt er uh, terug. Ja, ze komen allemaal terug, man. Ja, man. Ja. Ja. Dat is wel fucking vet. Ik zag het opeens op een ik, Ja, dus Jarai ja, komt ja, terug. Ja. Ik wacht ook op Hamisha. Die heeft een blessure, maar die komt ook terug. Dat is one of uh, my, ja, iedereen komt terug. Dus ja. we gaan het zien. Ja, dus de uh, return of the fighters. Maar wat, wat ik ook mooi vond, en dat, dat kwam een beetje zeg maar, ook door het gesprek heen, is dat je zei: van je komt van ver. Uh, je hebt heel veel meegemaakt. Als mensen jou googelen, uh, dan zie je soms hier en daar dat mensen dan refereren aan de tijd dat je bijvoorbeeld ook hebt vastgezeten. Ja. Uh, daar praat je nooit echt over. Nee. Uh, waarom eigenlijk? Waarom? Omdat, kijk, uh, eigenlijk wordt uh, onze sport wordt altijd geassocieerd met criminaliteit. Uh, A. Daarom wil ik er nooit over praten, omdat de sport heb mij eigenlijk zoveel gebracht heeft. En ik ben zo dankbaar dat de sport mij eigenlijk mijn leven heeft gered. Snap je? Als ik deze sport niet had gehad, dan... Ja, ik weet niet of ik dan... Of misschien had ik wel vastgezeten of was ik dood geweest. Snap je? Dus in principe denk ik dat de sport mijn leven echt gered heeft. Op een gegeven moment dat ik fully focus voor de sport ging, ja, toen uh, zijn er gewoon hele mooie dingen ontstaan. Snap je? Dus ik denk dat... Uh ja, Iedereen het boek van Michael heb gelezen. en ja, Ik ben natuurlijk. Ik was nooit een liefje Ik ben gewoon echt op de straat op, 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 opgegroeid. En ik heb gewoon dingen gedaan die niet goed waren. Um, maar die dingen die je doet die niet goed waren, dat heeft niet mee te maken. Dat het. Uh, die komen ook soms vanuit een uit, een. uit een. uit een onmachtpositie, snap je? Dat je gewoon bepaalde dingen hebt. En dat ik denk van ja, weet je. Ik was een jongen die gewoon mijn ouders, mijn moeder zochten, dan uh, goed voor me. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk veel woorden met mijn moeder. En niet in woorden dat ik zeg van dat, hè, maar gewoon dat ik, je weet toch, ik was, ik hou van, uh, laat ik het zo zeggen, mijn moeder wil dat ik dan bijvoorbeeld zo laat thuis ben. Ik kwam dan weer niet zo laat, snap je dat? Hé, hey, dat kan niet, je weet toch? Ja. Gewoon wat iedereen al heeft, ja. weet je wel. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: hé ja, man, ik moet gewoon op mezelf gaan wonen. Snap je? Dus ik ben vroegtijdig op mezelf gaan wonen. Wat was het toen? Rond de 16 of zo. 16, dus ging kunnen, Ja, Ging ik ergens een huis zoeken, had ik een huisje gevonden. Maar ja, dat was de slechtste keuze ever. Waarom? Omdat je moeder gewoon het beste met je voor hebt. En mijn moeder gaat altijd het beste met mij voor. Ja. En ik heb een schat van de moeder. Snap je? Ze luistert, luistert alles, het doet alles voor me. Snap je? Maar ik was gewoon eigenwijs. En ik wou gewoon te veel vrijheid hebben. Ja. Waardoor ik dus eigenlijk de vrijheid die ik had heb mij eigenlijk A, in problemen gebracht. Op een gegeven moment kon ik mijn huis niet betalen. Ik had geen werk, dit, dat. Schulden, uh, kreeg ik, werd ik jong vader, ja. snap je? Dat soort dingen allemaal. Op een gegeven moment, dan, dan, dan word je zeg maar gedwongen tot aan een, 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 een situatie dat, ja, ik was net uh, volgens mij uh, 18 of zo en dan kreeg ik kreeg mijn eerste dochter, weet je? ja. ja. En dan moet je daarvoor dan zorgen en dan, ja, dan komen de situaties, dan, dat, dat is wat ik zeg. Dan, 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 dan soms dan had ik niet eens, uh, in het huis had ik niet eens eten of zoiets, weet je. En dan, dan, dan zat ik daar en dan, wat ik dan deed is, dan, nou oké, okay, dan ging ik naar buiten, ging ik flessen halen en dan zoeken. En dan kon ik een klein pakje Neutrolon voor mijn dochter bijvoorbeeld halen. Dan kon ze wel in ieder geval eten, ja. snap je. Dus ik weet van, het is niet altijd... Roos, geur en maneschijn geweest. Ik bedoel, maar uh, ik kom van ver. En, en dat uh, dat na die tijd ga ik nooit meer terug. En toen besloot ik ook bijvoorbeeld: van ja, oké, okay, ik moet geld hebben. Toen deed ik domme dingen om geld te krijgen. Maar ja. nou, dat is eigenlijk een soort drijfveer geweest, begrijp je? Uh, dus ik kan niemand daar de schuld geven. En dat is waarom, is gewoon mijn eigen. Uh, maar het feit is, dat is al heel ver. Heel ver, heel ver verleden ja. is dat gebeurd, snap je? Maar je wordt altijd, komt dat terug? Natuurlijk als, als ik er zelf over ga praten, komt het terug, je? Ja. Als ik er niet over praat en ik zwaar gedood, heeft niemand erover, heb niemand een oordeel erover. Ja. Anders zeggen ze, ja die kickboxer, die... Nee, de kickboxer heeft niks ermee te maken met de ja, feiten los die van ik elkaar. doe. Dat staat allemaal los van elkaar, ja. snap je? Dat iemand hè, iemand die in paarden zit, en die kan ook iets verkeerds doen, snap je? Ik bedoel, ja. weet je, dus, uh, het maakt niet uit. En dat is de reden waarom ik er dus nooit over praat, over mijn criminele verleden of iets anders, weet je. Het is niet dat ik, uh, weet je, ja, dat ik, uh, ik ben er gewoon niet blij mee, ja. snap je, en klaar. Het is gewoon gebeurd. Um, het is ook niet aan te raden, het, aan niemand niet, snap ja. je. Het einde van de rit, als je gewoon hard werkt, je mindset op iets zet, van oké, okay, dat is wat je wil bereiken, daar wil je naartoe gaan. Weet je, dan moet je dat gewoon doen. En op een gegeven moment heb ik gewoon stappenplannen gemaakt met Mike. En dan ging we van hier naar hier, naar hier, naar hier. Maakte kleine stapjes en toen kwamen we gewoon waar we willen worden, waar we nu zijn. Ja. En dat is gewoon heel belangrijk, snap je? Dus, dus, dus. Ja. Maar het is altijd een trigger point in life, of iets wat je meemaakt of ziet, waarbij je, dus die. Switch om kan maken. Uh, je moet een. Het is altijd een knop, een mindset. Weet je, we hebben het vaak over mindset, maar alles wat je in je hoofd zet, kan je uh, verwezenlijken. Je moet gewoon hard ja. verwerken, je ding ja. doen. Maar dan zit je op een gegeven moment, zit je dus in een ander milieu, een ander circuit, wat eigenlijk een soort visueuse cirkel is. Je doet dingen, uh, dan kom je weer vast te zitten. Maar dan moet er een moment komen waarbij je denkt, en nu ben ik er klaar mee. Oh, ja. Wat was dat moment waarbij je besloot. Ik stop gewoon met het het, het, het Ja, een laat, dus, ja. dus, uh, laat momentje ook wel. Maar uh, ik, ik was gewoon dat ik een keertje zat, ik dan uh, zat ik volgens mij ergens vast. En toen zag ik: uh, heb ik ooit een keer tegen Remy Bojanski gevochten in 19? Even kijken, 96, 97 vocht ik tegen Bojanski of zo bij de K1. En dat was een soort kwalificaties. En toen verloor ik. En toen op een gegeven moment zat ik heel raar, zat ik gewoon vast. Ja. En toen zag ik opeens Remy Bojanski gewoon een cheque van 400.000 winnen. Toen dacht ik bij ik heb tegen deze man gevochten man. En uh, tjie, hij wint gewoon het geld. Ja. Ik denk nee man, ik zit hier. ja, ja Dat was heel pijnlijk. Toen dacht ik, nee man, dat moet echt anders. En toen is die verandering gekomen. Dacht, Mooi. Okay. En toen ben ik, uh, toen heeft Mike me gewoon Omarmd. en Simon heeft me geholpen met sponsoren en, en Simon zei toen ook van heel mooi van ja, maar als je crimineel wil worden kan op die vijftigste kan ook nog nee. snap je maar vechter op je vijftigste worden kan niet ja. snap je dus hij zei ga gewoon all in hier. en toen ging ik met Mike en toen gingen we all in trainen en, ja. en van het ene kwam het andere maar heeft kickboksen dus je leven gered eigenlijk sport meer. heeft je leven gered ja sport heeft mijn leven gered wauw maar dat, dus gered, ja. Ja, maar dat is wat ik dus inspirational vind. Van zeg maar de reden dat ik het erover heb. Kijk, real talks is about realness en waar mensen vandaan ja. komen. En hoe je van niets iets kan creëren. Maar ook bijvoorbeeld hoe je van hoog kan vallen en weer kan opstaan. Want het gaat niet om hoe vaak je valt, maar hoe vaak je in staat bent om weer op te staan. En ik zeg altijd: leef je grootste droom. Dat is mijn motto. Mm -hmm. Dus hoe ga je naar die next level? Mm -hmm. En naar mijn mening heb jij het succesvol afgerond door naar die next level te kunnen gaan. Mm -hmm. Dus I'm proud of you, man. Ik, ja, dankjewel. Het, uh... het is, uh... Nee, maar het mag gezegd worden. Omdat het is moeilijk. Mensen onderschatten nou, dat. Ja. En het is wel iets wat wel zeg maar, aandacht verdient. Omdat uh, we leven in een wereld waarbij jeugdcriminaliteit... alleen maar groter aan het worden is. Ja. Um, en ik wil de jeugd en de mensen, de ouders, de broers, de zussen... iedereen, want het kan iedereen overkomen. Maar ik ben altijd op zoek naar oplossingen. En een van die oplossingen om van een slechte pad te komen is een andere passie, droom of drive te vinden ja, waardoor is, je je mindset kan omzetten. Ja, je moet een. Dat is, dat is echt wat jij zegt. Dat is gewoon je moet een, een, een passie, ja. iets vinden wat je leuk vindt en dan zeggen van hier wil ik succesvol in worden en dan moet je mindset gewoon zeggen van dit is wat ik ga worden, dit is wat ik ga doen en dan komt het harde werken, komt erbij. Dan ga je hard werken en dan blijf je consistent. Je moet gewoon continuïteit genereren. Ja. In de feit wat, als je het fout gaat hebt... nee, continu. Ik blijf hierop, ik blijf hierop. En als je elke keer die kleine pasjes maakt, snap je, op een gegeven moment sta je daar bovenaan in berg, man. Ja. En dat is gewoon hoe het werkt. Het is gewoon investeren, het is tijd, maar uiteindelijk kom je er, snap je? Ja. Als je daarin kan geloven, kijk, voor, voor, voor iemand die zeg maar nu net jong is en die heel veel wilt en heel veel wilt bereiken, ja, is het natuurlijk moeilijk, snap je? Maar er zijn zoveel mogelijkheden. Weet je, dus ik, ik denk dat het wel kan. En aan de ene kant ben ik, ben ik blij dat bepaalde dingen mij zijn overkomen. Uh, en dat ik daarna gewoon ook uh, een gave heb van, van, van de Heer. Dat hij mij gewoon. Je weet dat ik mensen kan neerslaan. Dat ik gewoon. Hè, en dat ik daar gewoon best wel heel goed in ben geworden. Ja. Dat ik de ene kant heb gezien en de andere kant heb gezien. En ik weet, snap je, als ik dat moet afwegen, dan. Ja, dan, dan, dan uh, kies ik voor deze kant. Ja. Snap je? En. en, en gewoon met de mindset en het harde werken heb ik gewoon heel veel kunnen bereiken. En, en die omschakeling zit hier, hè? het zit in jezelf. Ja. Snap je? En als je jezelf kan dwingen en triggeren en pushen om, om succesvol te worden in iets wat je wilt, ja. dan gaat het gewoon gebeuren. Ja. ja dat vind ik ja. mooi man, dat je dat zegt. Dus je hoort het hè: leef je grote droom. Het is mogelijk. Ja man. Als het denkbaar is, het mogelijk. Melvin Manoef zegt het ook. Uh, je moet gewoon even die, die wilskracht in jezelf vinden. Ja. En die, ja, en die, ik en die drive. Ik denk het wel, maar dat, is, dat, 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 uh, dat moet gewoon iedereen hebben. Ja. Snap je? Ja. En dan is het, ja. Ik, 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 ik kan het niet. Uh, ik weet niet hoe ik het moet, voor de rest moet uitleggen, man. Maar dat heeft mij gewoon in ieder geval geholpen. Ja. Snap je? En, en, ja, en zo blijf ik gewoon nu doorgaan. Ja. Nee, ik heb er even bewondering voor, want. Uh... Mijn cameraman Broski, uh, Giano, die nu op dit moment ook achter de camera's alles recht en doet. Hij heeft ook een crazy story. Weet je, hij heeft, heeft ook een tijd... Hij was ook ziek, hij had ook cancer. Um, so he overcame that. Was ook een crazy battle. Uh, hij heeft ook zeg maar ook gewoon heel veel, het? kist ga ik hem ook hier interviewen. Maar hij heeft echt een mooi verhaal van dingen die hij moest overwinnen in zijn leven. Ja. En op een gegeven moment is hij ook gestopt met, met vechten, want hij was echt een super getalenteerde fighter. Dus hij was heel lang gestopt. En toen zei hij op een gegeven moment tegen me, dan weet je wat? Ik wil gewoon ook gewoon weer de ring gaan. Hij had zes jaar niet meer gevochten. Ik zeg, dan moet je dat gewoon doen. En hij is hij ook gewoon gaan doen. En laatst zijn we naar Ierland uh, uh, gevlogen. Kan je op mijn Instagram allemaal zien? Fernando Funics, check it out. Fernando Leaks, whatever, just check it out. En dan zie je op een gegeven moment hoe die man daar gewoon ging matten. En dacht, ik was kapot, trots, bro. Ik was een soort waterboy. Ik was zo gehyped in mezelf. Je weet toch eens wat ik moest geven. Ik, ik zei aan uh, Tommy van den Berg is, is, is de trainer. Dus ik geef het hele water ik in om te filmen. Want ik was trots. Want ik, yeah. ik weet dat hij zei: van ik wilde weer de ring ingaan. En ik wil dat doen. En nu gaat hij uh, voor Infusion vechten. Uh, op 11, 11 februari, toch? 11 februari gaat hij dus vechten. Dus voor mensen die kaarten willen hebben, joh. Hey, check je boy, we gaan regelen. Maar, uh, maar om aan te geven, wat ik met het verhaal aan is van... Ik, ik, uh, ik omarm altijd mensen die een vision en een mindset hebben. En, en het maakt niet uit of je de up en down hebt. Maar when you go down, it must go up. En dat is, is een hartslag, die gaat zo. Net de logo van Nando Leaks, die mensen dan zien. Dat is de, 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 het is de hartslag van het leven. Ja, ja, het gaat tuut, ja, ja. tuut, 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 -tu, tu, -tu, tu, tu Dat is life. Up and down. Up. En down. En hoe je daarmee omgaat, dat is hoe je zeg maar het lijf gewoon voor jezelf gaat masteren. Yes, en als hij op is, dan probeer je alleen op te blijven. Ja, precies. Dus dan probeer gewoon de juiste dingen te doen om bij die op te ja. blijven. Want het feit is, natuurlijk gaat je leven op en daar, maar je kan ook zorgen dat hij minder down gaat. Exactly. Dat is wel ja. heel belangrijk. Ja. Het minder down gaan vind ik gewoon heel belangrijk. Dus als je eenmaal op bent, probeer gewoon op te blijven. Ja. Probeer juist de juiste positiviteit. De en juiste omring dingen jezelf te doen. met positiviteit. Ja, Positieve ja, ja. mensen. Waarom zou het toch. Uh, je ja. bent toch maar dat is ook waarom ik ook graag in die podcast wilde. Want wij kennen elkaar heel lang. En, en daarom zei ik ook: van, ik heb jou heel hoog zitten. Ja. Ook, om, ook om wat je ook betekent ook voor de culture. Ook hoe je mensen hun levens verandert. Ik weet nog op een gegeven moment dat ik hier. Weet ik alweer, ik heb zoveel mensen geïnterviewd. Uh, Johnny Bravo, dat ik toen gesproken En toen zei hij op een gegeven moment: toen hij meedeed met boxing influencers. Uh, die money wat hij van jou kreeg, was, een van de, was de laatste money wat hij had. Leuk. Nee. Mooi, Stap je? Dus ja. hij, hij is jou ook dankbaar ja. voor... Stap je? Ik bedoel ja. dat jij... Yo box... Joey, ken ik wat lenen? Nee, maar Maar dat was ook inspiratie. Want ja, hij heeft ook een ander pad bewandeld nee. daarvoor, Wat ook niet zo lekker met hem ging. En dat, hij heeft ook zijn weg gevonden. Wat dat zeg ik, maar dat is, toch, dat is toch mooi dat iemand zeg maar zichzelf zo... Ontwikkeld. Je. Ja. En hoe ondernemend hij is. En hoe hij de jeugd probeert te supporten. Weet je ja. dat ze een mindset moeten hebben? Ja, dat is wat we eigenlijk allemaal doen. Want we, eigenlijk, we komen eigenlijk allemaal ergens vandaan. Ja. En, en het enige wat we wel weten is. En wat we hetzelfde hebben. Is dat we allemaal hard moeten werken voor bepaalde situaties. Nou, en als je dat gewoon kan doorgeven. Dan, dan zijn we gewoon goed bezig. Ja. Uh, daarom zeg ik. Uh, ik vind het ja. hartstikke leuk dat ik dat zei. Maar ik denk dat hij eigenlijk ook. Het is niet het geld wat het gedaan heeft. Ik denk dat zijn eigen mindset en zijn eigen willpower hem zeg maar, zo succesvol gemaakt ja. denk ik. Snap je? Ja. Dus, maar dat is hoe ik erover denk. Nee, ik, ik geloof het ook. Het is, is, wil, ja. is, is wilskracht. Het is ook inzet. En, 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 en hoe graag uh, ben je bereid om bergen te verzetten? Want dat is ook de ding. Hè? Want heel veel mensen willen succes, maar willen niet ervoor doen wat er voor nodig is om te doen. Ik heb vaak ook mensen in mijn omgeving en dan hoor ik ze altijd klagen. Ja, het gaat niet goed. Ja, inderdaad. Maar Als je erin blijft hangen, dan blijft het gewoon niet goed gaan. Je kan ook denken: oké, okay, wat kan wat ik veranderen nu aan nou, mezelf? Nou Verantwoordelijkheid ja, ja, ja. pakken. Ja. ja, maar discipline hè? gewoon. Dan moet je gewoon beginnen met bepaalde stappen te nemen. Ja, punt. Of kies een sport waar je discipline voor nodig hebt, en dan ga je ja. sowieso move en bewegen. De sport is altijd belangrijk voor een mens. Dus ja, dat is ook de reden waarom ik vind dat kinderen altijd moeten sporten, omdat als je als je zeg maar begint, ja, met sporten, uh, dat is ook... Een kind begint met paardrijden. Ja. Een kind begint met hockey. Een kind begint met turnen. Oké, okay. dat zijn drie verschillende sporten. Dat kind dat paardrijden doet, die denkt van... Oh, ik wil wereldkampioen worden. Ik wil Ankie van Grimsen na. Ja. Hockey ook. Ik wil Nederlands ja. elftal. Uh, turnen. Ik wil Olympisch goud winnen. Snap je ja, wat ik ja. bedoel? Dus ze krijgen allemaal een droom. Ja. Ze krijgen allemaal een doel. Nou, en dat is eigenlijk al de eerste doel. wat een kind krijgt. door middel van zichzelf. met een sport. Hè? Ik wou ook eens altijd voetballen worden. Snap je? Dus dat, je denkt van, hé, dat is je eerste doel. En dat hè, moet je altijd gewoon stimuleren. Want dat is wat sport doet. Dat je een doel zet. Oké, okay, nou geef je kind dat. Ja. Van, hé, je kan het worden, maar je ja. moet wel dit doen. Je moet wel dat ervoor laten. Je moet wel... ja. Want dan kom je erachter dat het niet zo makkelijk is. om kampioen te worden. Ja. Ja? En als je dan de sport gewoon weghaalt. In plaats van, ik wil nu dokter worden, dan zeg je, ja, dat kan nog steeds. Maar je moet dit, deze stappen, deze stappen, deze stappen, moet je gewoon gaan belopen. Nou, en dat is eigenlijk de kunst van sport. Dat ja. dat is, daarom vind ik het zo belangrijk. En, en, en uh, in, in de sport kan ik gewoon, zeg maar, alleen mijn hele leven zien. En dat ja. is voor mij zo belangrijk. Mooi, Zoals dat. ik vecht, zo is mijn leven ook. Ja. Dat is hoe, waarom mijn leven ook. Ik ben dit en weet je Ja, Het is een boerderij of ja. Wat gaan we nog meer van je zien? Dus je gaat sowieso binnenkort vechten. Vechten stopt nog niet bij jou, dus we gaan waarschijnlijk nog meer van je zien. Uh, Boxing-influencers, uh, hoe is uh, je dat? Dat uh, komt er ook weer aan. Dat, uh, okay. dat, is het dat nog moeilijk is... om al die celebrities te vinden om tegen elkaar te matten? En... Ja, dat is wel moeilijk, maar ik heb nu wel een paar leuke. Oké. Okay. Kan je iets verklappen of is dat nog. Nee, ik kan niks verklappen. Okay. Ik, heb wel een paar, ik heb gewoon een paar leuke. Die, die alle hebben meegedaan, die weer mee gaan doen. Uh, Oké. Okay. Ik heb een hele uh, leuke. Ja, hele leuke. Ja, ik weet, ik kan het niet zeggen nog. Ja. Nou, ja, ja. ik kan het zeggen wanneer het een beetje getekend ja. is, snap je? Dus ja en Fernando, nee, man, ja, ik en Fernando, Fernando. Alleen de fighter met eenmaal lover. Ja, man. ja, dat zegt hij de hele ja, tijd. Jano ja, dan wil me zo erin gooien. Ja, ik kom het wel hosten, bro. Weet je wat zo? Ja, 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 ja. Ik ben ja. er. Uh, you know? Ja, 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 ja. Ander, Anders <laughs> hebben we ook geen host. Ja, je snapt ik <laughs> bedoel, no, ja toch? Anders no? hebben we geen host. We moeten weer een nieuwe host Dat is ook <laughs> veel, know? Know? My words are my weapon, you know? <laughs> <laughs> Nee, maar ik vind, het, ik vind het, echt tof dat je dat ook uh, doet. En ik zag ook dat je ook Andy van de meiden, zag dat dan Andy. Andy gaat ook binnenkort. Hij moet even reageren en dan komt hij ook in weer. Talk. Maar uh, jij wilt hem ook de ring inkrijgen tegen Wesley ja. Snijden, toch? Ja, maakt niet uit tegen wie. Maar, ja. maar hij, wil gewoon, hij kan ook een beetje hij matten. Kan, hij, hij kan een beetje matten, daarom, daarom moet hij ook gewoon. Ja, ik zie wel aan hij hij moet het wel wel... een keer doen. Hij heeft gezegd dat hij het gaat doen. Oké. Okay. Dus hij heeft me beloofd. Dat okay. een, en die van de meiden? gewoon. Dus ik hou de... hem eraan. En als hij het niet haalt, dan ga ik gewoon dan daar. Dan ga je met hem praten? Preet, Preet ja. ik, ik, ik zweer het je. Ik ga, gewoon, ik ga hem echt praten. Maar dat man. is het leuke, zeg Ja, man. Ik ga ja. Hem, echt, hem ga ik echt slopen. Ja. Nee, ik ik beloof, ik beloof het. Ik beloof het. Als hij niet vecht, ik zweer het je. Ik neem alles mee en ik ga hem echt praten. Maar deze man, uh, deze man, <laughs> op Weet je hoe vaak die man viraal gaat? Ik weet dat ik een keer, was ik bij Boxing Influence, volgens mij bij de... Uh, bij de weging was tender, dat. Ja. En toen zei jij... Dit is mijn huis! Ja, maar, dat is, ja, maar kijk, weet je, het is, ja, ik, ik begrijp wat ik bedoel. en ik begrijp de emoties van, van de tegenstanders en van iedereen. Maar ja. nogmaals, het is een sport. Het is ja. entertainment. Snap je? En natuurlijk, ik wil juist niet bestempeld worden dat wij met de sport. bepaalde slechte dingen krijgen. Ja. Dus, en op dat moment, dan, dan ja, stel je nou voor, ze hadden wel de tender afgebroken. Had ik geen vergunning meer kunnen krijgen of andere dingen. Dan, ja. dan benadeel je alleen A, de sporters en ja. iedereen. Ja. Maar ook mij, snap je? Ja. En, en dat kan gewoon niet. En die emoties, ja, dan, die emotie ja. was ja, die echt. Emotie, ja, man. Dit is. En ik ja, zat daar man. te vrezen. Kijk maar. Want je zag, ja, bij jou, ja, weet, je, bij ja, jou weet je. Deze man is geen. Dat is één ding wat mensen moeten begrijpen: Melvin Manhoef is the real deal. Ja, en serieus, um, je gaat veel mensen in je leven tegenkomen is well, the real deal. Hij vertelt een real talk van hij komt van ver. Hij komt echt van ver. Ja. Maar hij is serieus. Ga die man niet testen. Wat is het <laughs> probleem? Dus toen ik die video online zag. met die guys die ja, jou ja. Wilden, uh, ze wilden inbreken bij jou. Ja. En ik zie. Want je sloeg door de ruit heen of zo ja, toch? Man. Ja, man. Heel kort toch? Wat, wat gebeurde? Je zag dat ze je huis ja, in de gaten hielden. Ja, ze wilden wat doen. Ze wilden gewoon inbreken. Ja. En daarna heb ik ze ook gewoon gevraagd. Iets broos. En zeiden ook gewoon, ja, ik, dat wilde ze ook gewoon doen. En ja, kijk, dat is wat ik zeg. Ik kom van ver. <laughs> ja, ja. Dus ik, 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 ik heb ook niet altijd, ben ik correct en straight geweest. Dus ik kan, hè, dat vinden, dat doen, ik vind het vervelend. En ik wil ook niet dat ze dat doen. Ik heb ze ook gewoon gezegd, ik zei, bro, ik weet het. Ik kom ook van ver, maar probeer iets van je leven te maken. Snap je? Ik heb gewoon met ze gezeten en even gesproken. Uh, klaar. Ik, ik, ik heb ze niet verder in elkaar geslagen of zo. Maar ja, ik had toch ook een beetje te doen, te doen snap je? Ze zoeken natuurlijk hè, voor hun ja willen ze ook bepaalde dingen waarschijnlijk voor hunzelf hebben. Maar dus... ze niet ergens? Ik bedoel, kijk, je ja, weet toch als je, je bij jou, jou komt. Ja, ja, maar, dat maar, ik ja, ja, ik zou ja, denken, ja, ja. luister, met uh, ja, tijd bestanden. loon die shit. Maar, maar, als je zeg maar dat doet, waarom ga je bij een guy? waarvan ja, je weet ja, dat hij ja. je kan beuken? Maar ja, neem maar, neem maar, ja, ik maar, weet maar, het. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus, nee, maar, maar, maar ik sowieso, weet ook niet waarom. Maar het feit is ja. Ze kunnen beter gewoon helemaal niet doen. Ja, beter helemaal niet. doen, sowieso. Maar ik bedoel van, weet je, en het feit, het is goed afgelopen. als voor dezelfde geld hadden ze allemaal Melvin mannen moet, die ja, zei, maar man. anders zou reageren. Ja, dat is wel zo. Kijk, dat is, dat is dus. Maar nogmaals, ik ben daar ook geweest, dus ik heb zoiets van... Ik heb, ik heb er geen respect voor, maar ik heb ze gewoon gevraagd en geprobeerd van... Hey. Hoe reageerden ze toen? Hebben ze toch gezegd van... Ja, ze zijn sorry. Van, ja, sorry, spijt en dit en Oké, okay, dat is mooi. Dus, dus, dus dat is het enige wat ik heb ja. kunnen krijgen. Maar het is niet fijn, snap je? Ja. Het is niet fijn dat... Dat mijn zoon, mijn vrouw, je weet al dat ze dan niet... Uh, ja. uh, uh, veilig voelen in huis. Je ja, ja. weet toch? Dat is iets, je weet toch? Vreselijk. En als je bij, dat zijn gewoon een paar dingen. Als je aan mijn familie komt, dan ben ik vogelvrij, man. Dan ik voel je, man. Ik wil, man. Dan maak ja, maar, je maar ik me denk iedereen, Ja, ik denk, het is gewoon vrij alles, man. Daar ja. moet je niet aan komen. Nee, dat is gewoon een feit. Gewoon, uh... dus, dus daarom Bye. zeg ik, ja, die jongens, ik hoop dat ze het nu gewoon goed doen, man. En dat ze gewoon uh, iets van hun leven maken. Mooi. Je hoort het, man. Real talk met Melvin Manhoef. Ik weet sowieso bedankt voor je ja, komst, man. bro. Uh, ja, hopelijk voelt je tof. Ja, zeker, man. Uh, het tof. Jazeker, man. is leuk. Je bent leuk. altijd welkom. En ik zeg het tegen mensen die hier komen: uh, mijn platform is jouw platform. Mocht je weer iets willen vertellen, ja. kom gewoon hier. Hier wordt niet geknipt. Dit zijn gewoon echte gesprekken. En dingen gaan pas online wanneer jij het wilt. Het is nooit voor sensaties. Ja. Altijd real talk. En alle. Uh, ik weet niet hoeveel afleveringen had ik heb gedaan, ik heb zoveel mensen geïnterviewd. Dus voor de mensen die meer willen checken, check de link hieronder. Dan ga ik een link zetten met alle andere uh, mensen die ik gesproken heb. Maar dit is echt bedoeld voor motivation. Ja. Uh, soms krijg je harde verhalen te horen, maar dat is meer om van te leren. Het is, weet je, want vaak denken mensen van, als je shit gezien hebt, ga je nooit suiker zien. Maar je kan van ver komen als het nog zeg maar, met 10-0 voorkomen te staan. Dus daar is Real Talk zeker voor. Dus, Denk Sowieso voor die motivation, ik ben trots op jou. Uh, keep winning, man. Keep winning. Ja, we gaan sowieso. Ja. Never give up. Nee, als je, als je eenmaal staat, heb je al gewonnen. Sowieso, bro. En we gaan ja, je sowieso je blessen. Eenmaal, ja. Dus deze krijg je sowieso van mij. Ja, ja, ja. En uh, ik zei al aan het begin van de podcast: winkelstraat.nl. Je weet toch, Real Talk, dus we doen alleen maar Real Things. Vergeet niet te abonneren, te liken. Doe het gewoon. Als je, die, als je meer van dit wil zien, meer van dit soort gesprekken, uh, like die podcast, deel hem en, en klik erop en reageer gewoon. Want daarmee gaan we het kanaal nog groter maken. Want dit is necessary realness, real conversations. Uh, maar daarom wil ik ook aan de trouwe kijkers, mensen die nu kijken en al dat liken zijn, subscriben. Um, dit kan je ook winnen, man. En ik zei al, uh, veel mensen geven prijzen weg, maar ik wil ook wat voor laten doen, ook blessen. Als je al hebt gekeken, je hebt genoten ervan. Ik moet je antwoord geven op de volgende vraag? Die verzin ik ter plekke. Dus besef, ik heb geen autocue, dus ik heb gewoon letterlijk dus bedacht. Um, welke persoon benoemde dezezelfde legend hier en zei tegen hem: Ik beloof dat je een miljoen euro gaat verdienen. Luister goed, hè. Welke persoon beloofde men, uh, Melvin Manhoef... Dat hij letterlijk een miljoen zou gaan verdienen als hij bij hem zou blijven. Is hij een beetje. Ja, voel je hem al? Ja? Oké, okay, dat antwoord. Ga gewoon hieronder. Klik erop. Klik erop, reageer. Op die link. Like, subscribe. En dan is deze van jou. man. Ga je gewoon uh, opboeken, man. Winkelstraat.nl, thank you very much for all the luxurious stuff. I'm clear, I'm good. Love you. En jij krijgt sowieso eentje, bro. Shout -out ja, jou. zeker. Dus, uh, zeker we connect here. En uh, shout-out Suzanne Jano, die achter de camera staat. Bless up, ga die man checken. Die man gaat uh, de 11e van februari gaat die vechten bij Infusion. En uh, zijn gegevens staan ook gewoon in de description onder. Want ik geef iedereen shares die meewerkt aan de movement. Dit is een Hal Media productie. Het is uh, Black Own. Ik ben een shit aan het uitbouwen. Ik ga nog meer podcasts brengen 2023. Dus de is, the Ik ga alleen maar die dingen voor je brengen. Dus uh, laten, we die, laten we het gewoon groter maken, man. Doe het met z'n allen. Samen staan we sterk. Mijn naam is Nando Leaks. Van alle, je weet het. Keep it out, keep it banging. En ik hou van jullie. Thanks voor het kijken. En blijf gewoon supporten en love geven, man. Melvin Manhoef, oh, man. Een man. legend. Doe het eens, man. Ciao.